Weird flex, but okay. What up? It's Link and welcome back to Pokémon. Wow, oh mijn god, hallo. Hallo, chat. What up? It's Dashy. Welcome back. Hey, lekkere mazen makketjes van me. Wat gezellig hier er allemaal gezellig bij komen. Deze lekkere vrijdagavond. Pak je chimpjes erbij. Want het mag vandaag. Boom. Ik heb ook een keuze gemaakt. Ik heb hier een lekker bakkie. Laat zo meteen zien wat erin zit. Is het pikken? Nee, ik heb mandarijntjes. Kijk, ik heb 4 mandarijntjes. Eet 2 stuks van... Eet 3 stuks fruit per dag. Oké? Okay? Eet gewoon. Dom! Sorry, Dom. Link, stil mijn koenkeloeders niet. Don. Don, ik moet je gewoon wat vertellen, oké? Okay? Don, luister goed, Don. Don, hier ben ik het gewoon niet mee eens, oké? Okay? Jij zit altijd op die vrijdag. Altijd vrijdag om 8 uur ben jij live, Don. En ik ben nu gewoon zat. Ik ben gewoon zat. Ik ga me niet meer op mijn vingers tikken door jou, Don. Ik ben het helemaal zat, Don. Het is klaar met jou. Ik ga vandaag gewoon streamen, of je dat wil of niet. Jij mag ook gewoon. Dan stik je huid. Het is mijn dag ook vandaag, ja. Weet je, misschien wel je kleine broertje, maar dan pik ik niet meer langer van je, oké? Okay? Dan moet je bek houden. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Kirsten, voor het geven aan Katelink van een lekker sumpie. Very cool. Very nice, dankjewel. Very cool. En dankjewel, Don, voor de 14 maanden. Ik kom zo... Ging even volledig aan tegen tijd. Het was My Hero Academia, oké? Okay? And you can't argue about that. Oh. Don, ik kom zo meteen als jij live gaat. Ga ik gewoon eventjes ook even naar jouw stream toe. Ik heb even een suppie droppen. Ga ik gewoon even lekker doen. Weet je, gaan we gewoon live tijdens mijn stream. Gewoon jou even een suppie geven. Ik zit er snel achter. Ik ga gewoon op mijn bed. True. Ik geef je dan ook gewoon lekker suppie, Don. Doe nog even leuk, weet je wel. Gewoon even gezellig. Kom ik gewoon even. Doe even suppie. Dan rot ik weer op. Goed. Pokémon review. Hey, chat, let op. What we got is this bad boy. Look at this. Look at it. It's not spherical. Oh, wat zou George Peck zeggen? Maar look at this shit. Oh, look what I got in the mail today. Look what I got in the mail today. I'm just saying. Look what I already got. Goed. Weird flex, maar oké. Luister. Ik hè. Ik ben zo'n joch. En ik ben best wel groot in Nederland, hè. Qua YouTube, hè. YouTube gaming ben ik... Oh, what the fuck. In YouTube Nederland ben ik best wel redelijk groot, oké. Okay? Prima. Dus ik zeg tegen Nintendo, hey. Jullie geven me altijd een lekker Nintendo spelletje, hè. Dus ik zou sowieso Let's Go Pikachu of Eevee krijgen. Ik zei ze van, hey. Ik vind je hartstikke leuk, Nintendo. Maar... Er zit zo'n lekker pokeballetje erbij bij die game. Mag ik dat lekkere, sambige pokeballetje ook hebben? Zij zei, hey, dat hadden we lang voor je geregeld. Zou je al lang krijgen? Ik zei, nou hey, dankjewel Nintendo. En uiteindelijk zag ik zo'n lekkere reclame voor deze sambige controlletjes. Andere kleurtjes. Zei, hey Nintendo, weet je, we zijn al zo lang vrienden. Mag ik die lekkere, sambige controlletjes ook van jullie hebben? En zei ze, ja hoor, is prima. En nu heb ik zelf een Switch erbij. Ik heb nu 2 switches. Ik heb 2 switches. Dus. Ja. Wat ik met die tweede switch ga doen, weet ik nog niet. Maar ik heb nu 2 switches. Weird flex, maar oké. Goed, maar. Het is tijd voor een unboxing. Dus jullie mogen ook lekker mee concluderen. Ik even naar de kant zo. Kijk. Oh. Niet naar mijn pik kijken, oké? Oh. Chat. Stijn. Voor de unboxing. Ik heb er stiekem al ingeloerd. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb er wel geloerd. Oh. 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 Een extra switch. Hey boom. Later. Maar we komen voor deze schatjes. Oh. Oh wat lekker. Oh die voelen fijn. Kom maar hoor. Lekkere nieuwe controllers. Giveaway, stikke juich. Ik ben geen giveaway YouTuber.
Zo, die halen we er even uit. Zo. Dan doen we even zo. Kijk. Mooi. 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 Oh. Ja hoor. Het pokeballetje. Daarmee gaan we vandaag spelen. Kun je mee lopen? Kan je mee drukken? Oh. Oh, hij wil ons synchroniseren. Dat hoeft nog niet. Blijf maar daar. Goed. Zullen we de verrestplekken hier. Wij hebben kabels. Dat boeit voor de rest niet. Maar wat wel boeit, is dit. Let op, chat. Let op. Een rare flex, maar oké. Ik heb stiekem al geloerd. Maar we hebben het netjes terug gedaan. Boom! Very nice. Oh, ik ga even mijn dok even... Ik ga mijn andere dok pakken en die doe ik even in deze doos, hoor. Oh. Genieten. Zo. Dit is mijn oude saaie dok. Gadverdamme. Die doen we gauw terug. In het zakkie. Toedeledokie. Weg ermee. Opgedonderd. Die hoeven we nooit meer te zien. Lelijkes, ik weet niet wat. Zo, die gaat het licht nooit meer zien. Kan ik je vertellen. Weird flex, maar oké. Zo. Zo, en de rest? Hoor je niet wat erin zit, oké? Oké, chat? Hoor je niet, oh. Zo. Zo. Kijk, heb je een nieuwe switchje? Kijk, weet je wat wel naar is? De game staat hierop geïnstalleerd. Want kijk, het staat hier op de doos. Kijk, ik zat zeg maar... Kijk, ik zat te kijken. Hallo? Dankjewel. Kijk, het staat hierop. Pre-installed. Kijk, pre-installed. Dus ik zat echt van, godverdomme. Dus ik kon zeg maar niet... Ik moet deze Switch gebruiken om het spel te spelen. Wat heb ik dus gedaan? Weird flex, but okay. Ik heb gewoon legit mijn oude Switch gepakt. Even kijken hoor. En ik heb de game hierop gekocht. Wauw. Link geeft even 60 euro uit. Ik wil alles gewoon op één Switch hebben. Maar deze? Oh, die ga ik even neerzetten. Heb je nog even showcasen? Oh, very nice. Dus ja, dan weet ik dat. De stroom erin en dan kunnen we zo meteen lekker beginnen met spelen. Gezellig. Zo. Zit erin, chat. Gucci. Dus, dat was box review. Dus ik heb 60 euro uitgegeven voor het spel. Terwijl ik het spel al had. Weird flex, maar oké. Maar, de vraag is. Wat hebben we nou eigenlijk gekregen? Even kijken hoor. Even Ctrl-Shift. Even kijken. Pokémon, let's go. Pikachu, Switch. Weird flex, but okay. Weird flex, but okay. Weird flex, but okay. Chat. Ik wil eventjes... Ik word niet gesponsord. Ik krijg er niet, geen geld voor. Maar dankjewel. Papa en mama Nintendo. Dankjewel. En ik kan je wel stellen. Er komt een gesponsorde Let's Go Pikachu stream aan. Deze stream is niet gesponsord, dan weet je dat alvast. Dus hier kunnen we lekker alles zeggen wat we willen. Maar als het goed is, ergens volgende week gaat er gewoon een gesponsorde komen. Dan zal ik het ook gewoon bij het begin zeggen van, hey, deze stream is gesponsord. Dus dan weet je dat. Maar er komt een gesponsorde aan. Een lekker gesponsorde streampie. Waar kan je die mooie muts kopen? Oh, wat toevallig. Tweede flex. Als je bij jezelf denkt, hè. Stel, ik denk bij jezelf, Link.
399 euro is echt heel veel geld. I got you, chat. Ga naar www.linktuigen.nl. Ga er gewoon heen. En, boom, deze schatjes zijn te koop. Inclusief muts. Oh mijn god. Hier, je kan de limited time, hij is in ieder geval alleen nog maar in 2018 te koop. Zal ik zo zeggen. Zeg maar, we doen nog Sinterklaas mee en deel de kerst en dan gaat hij eruit. Dan is hij gewoon weg, dan is hij gone. Dus hij is voor, denk 1,5 maand, kan je dit kopen. Je kan de hoodie kopen. Gewoon lekker hoedietje, limited edition, gewoon normale hoodie. Maar, stel hè, je hebt ook altijd een lekker mutsie gewild. Kan je met korting, als je de muts koopt, met muts erbij, 8 euro korting chat. 8 euro korting, I'm just saying. 9 euro korting chat. De muts is normaal gesproken 17 euro. Dan 9 euro korting, ho, dat is heel veel geld korting. Dan kost de muts maar 8 euro als je zo, oh my god, pff. Ik mag de hoodie niet kopen van me. Wel, fuck your life. En, stel hè, je denkt bij jezelf, oh, ik moet hem nu kopen. Even. Denk bij jezelf, oh, ik ben een man. En ik heb M. En ik wil eentje kopen. Dan druk je nu, koop nu. Dan ga je naar je winkelwagen. Let op, zeg één keer. Hieronder staat, share your purchase live on Twitch. Als het goed is. Ik weet het nog steeds, niet zeker. Maar als het goed is, als je dan op een plusje drukt en hier je username mee doet die je op Twitch gebruikt. Dus mensen die op YouTube zijn. Alsjeblieft. Je kan het alsnog doen, maar vul gewoon je naam in. Ik ben de persoon waarmee je op de foto ging in Hoek van Holland toen je net een shiny had. Maar oh, nice, blijf man. Zo doorgaan, patatje. I remember you, man. Heb je ook nog heel veel shinies gevangen? Ik hoop het wel. Dankjewel weer 2 euro, hè. Dan stel ik je te ontmoeten. Ik kan me kijken tegen terwijl ik Sinterklaas aan het vangen was. Dat was wel leuk, omdat het ging regen. Dacht ik van, hé, dan ga ik wel in Hoek van Holland gekken doen. En toen had ik in totaal 5 shinies. Shinies Cyndaquil. Maar gezellig dat je was, man. Dankjewel voor de 2. Even kijken. Dus als je hier gewoon je naam invult. En hier je berichtje van patatje. En dat dan opslaat. Username. Nou, je heet zo. Dan als het goed is, komt er een melding. Het is niet zeker dat het gebeurt. Maar als het goed is, heb ik het zo ingesteld. En het is nog niet getest. Maar als het goed is, moet dat gebeuren. Dus dan weten jullie dat. Oké? Okay? Dat wilde ik eventjes zeggen. Is het tijd voor het spelletje te spelen? Is het tijd om een spelletje te spelen? We gaan een lekker spelletje spelen. Even kijken waar het staat. We gaan wel lekker spelen. We gaan lekker spelen. Lekker Pokémonnen. Dit programma aandoen. Maar dan gaan we eventjes. Boom. Boom. Oh. Oh. Er is een controle update beschikbaar. Fijn. Heel fijn. Als mijn programma ook even op wil starten. Oh. Het is opgestart. Maar dat mannen beeld zijn. Haha. Trouwens, bijna 2000 mensen die op YouTube kijken. Gezellig, man. Gezellig dat je allemaal lekker komen kijken naar een nieuwe Pokémon game. Ik ben dan eerst begonnen, maar nu al 2000 mensen. Gezellig dat je er allemaal zijn. Ik hoop dat je lekker simpie hebt. Maak altijd even een foto op Twitter of op Instagram dat je lekker met een stream aan het kijken bent. Het zou hartstikke gezellig zijn. Maar chat, zijn er al nieuwe emoticons? Zijn er al nieuwe emoticons in de chat? Zijn er al nieuwe emoticons? I don't know. Ik weet niet of er al nieuwe emoticons zijn. Hond, kijk naar Discord. Fuck jullie. Ik ga naar Discord kijken. Laten we naar Discord kijken. Ik ben Kate. Ik kreeg dus net een sub. Tegelijkertijd was ik het aan het betalen. Nu is het geld van mijn rekening en heb ik er dus niks aan. Ik heb geen idee. Misschien even refreshen of zo. I have no idea. Je bent gewoon sub. What the fuck? Oh, de nieuwe emoticon zijn er. Yes, very nice. Ik snap het niet. Je bent... Oké, het is raar. Ik ga Discord weer wegklikken. Goed. Hartstikke fijn. Het is tijd om deze... Oh, update is voltooid. Heel fijn. We gaan deze gewoon lekker instoppen. Kijken wat er gebeurt.
Kijk wat er gebeurt. Ja, maar dit is niet de afspraak. Ik moet wel even fullscreen. Hij is fullscreen. Maar ik moet wel even... Ik moet nog een controletje pakken. Geen momentje, chat. Ik moet een beetje tinkcontroles eruit halen. I did it. Press the A button for the control lever. Oh! I'm pressing the button. Oh! Oh! Bah! Okay, dan kunnen die controls weer terug. Kunnen ze weer opgeladen worden. Do you want to use this controller? Yes. Oh. Dan gaan we met de pokeball spelen. Hoe moet je vasthouden? Zo. Oh, dan moet je hem om je vinger heen doen. Is dat niet kut? Wika, Wika. Ik ben trouwens Team Pikachu. Weet je dat het was? Dat is echt heel kut, dat ringetje. Wanneer word je gekocht door Talpa? Wanneer ik interessant genoeg ben. Wanneer ik geen joch ben op mijn zolderkamer. Jejeje. Pika! Amaka! Heb je zin in de chat? Lekker pokjumps! Yeah. Wat vind je van emoticons? Vinden ze leuk? Zijn ze leuk? Ik heb geen nieuwe emotes. Jawel, gewoon tijger, pok en tijger, wood in de chat doen. Zijn ze leuk? Ik vind ze wel lid. Yeah. Oh, welke taal gaan we zijn? Waarom is het Noord-Nederlands? Niet ook Nederlands wil zijn. Engels. Begin. Wat is Discord-link? Uitroepteken DC. En dan, voor nu is het alleen Twitch-subscribers kunnen erin. Als je eenmaal één keer Twitch-subscriber geweest, zit je er voor altijd in. Behalve als je wordt geband, als je veen doet. Tijger moet met verlegen hoofdletter en Pok zonder hoofdletter. Dus subs kunnen in mijn Discord. En het is al heel gezellig. En binnenkort ga ik al linkjes gooien naar iedereen. Hello there. Glad to meet ya. Welcome to the world of Pokémon. Is geluid trouwens hard genoeg? My name is Oak. People... Puntje, puntje. Refer me to as the Pokémon professor. What the fuck was het woord? Yeah, you got them under control. Good job. This world is inhabited far and wide by creatures called Pokémon. Oh my god, chat! Look at all those Pokémon! Well, some people keep them as... As for myself? Ik weet niet wat stond. I study Pokémon as a professional. Profession. Bleh. I fixed it. Good job. Gebruik die bal niet. Hoezo niet? Het is leuk juist met die bal te spelen. Now, why don't you tell me about yourself? What do you look like? I look like a girl. I'm a grill. A boom. Ik ben altijd een meisje. In every single video game. I got titties. What's your name? Chat. Hoe heet ik ook weer? Ik uit van ballen. Wauw. Wauw, Kirsten. Wauw. What is my name? I don't remember my name. Yes! Nee, maar dat kan ik niet... Nee, ik wil hem heel graag penis noemen, chat. Maar... maar chat. Chat. Binnenkort heb ik een campagne met deze game. Ik kan het niet maken. Daar gaat Nintendo niet blij mee zijn. Hoor niet. Maar chat.
Chat. Chat. Heb ik ooit mezelf tegen laten gaan hoe ik ben? Door een bedrijf? Hè? Chat. Heb ik ooit jullie in de steek gelaten door een naam te kiezen die ik niet ben? Chat. Zeg het tegen me, chat. Heb ik het ooit gedaan? I didn't think so, chat. We gaan het gewoon fixen. We're gonna fix this shit. Je ziet helemaal niks. Maar het is tijd. Be niks. No. We gaan het doen, chat. Oh. Oh. We gaan het doen, chat. Ha! Daar gaat het dus. That's right. You can clip this shit. You can clip it. Dat is jammer. Dat is jammer. Horny? Kan dat wel? Oh. Pokémon is echt niet chill voor typen. Horny betekent toch blij in het Engels? En dat kan wel! En dit kan wel, chat! Zullen we deze nemen? Nee, wordt dit op zijn naam? Ja? Are we in? Ik hoop dat de campagne doorgaat. Gaat dan best wel wat geld. Nee. Ja, nu zijn je te laat. Ik heet nu al zo. Chat, is te laat. Ik heet nu zo. This boy here is your friend and rival who has grown up right next to door to you. What is his name? Is dit kind vriendelijk? Ja. What's your rival's name? Hoe zullen we onze rivaal noemen? Hey, vlogger Lusa. Dankjewel voor het abonneren op mij op YouTube. Waarom is de mod van Kate weg? Is die weg? Waar is Kate dan? Ik heb hem nog niet weggehaald. Ze heeft er gewoon. Ik moet alles accepteren en wijzigen, want... Ik weet hoe ik me ga noemen. Hey, Bits! Oh. Alleen wilde ook de Switch Let's Go editie halen, maar had al een Switch. Ja. Ik wil gewoon de controller hebben en de controletjes. Maar ja, ik kreeg een volledige Switch. En ik was er best wel blij mee. Dankjewel voor de bits, ouwe. Dankjewel, 245 bits, Nino. Thank you, very cool. Boom. De mol. Uitroepteken mol in de chat. Doe het maar. Nee, geen Don. Dat is mol. Don is niet mijn rivaal. Don is mijn broer. I see. His name is Mol. Dankjewel voor de uitroepteken, Mol. Dankjewel, chat. Very cool. Let's go. Is er trouwens nog zo'n... echt zo'n kut dingetje aan? Kan ik het niet weghalen? En ik hoop dat gebruik de kortingscode dan... Oh, geen mol. Hebben de Discord mensen binnen Discord gegooid? De clip?
Goed. Welkom in de wereld, Pokémon. Wat gaan we doen? Gaan we bijvoorbeeld een Switch spelen? Ha! Die hebben lelijke controletjes. Die hebben echt zo'n lelijke kleur. Wie heeft dit nou? Gadverdamme. Ik. Even naar beneden. I'm coming up! Ik hoop dat één keer gewoon iets grappigs krijg met Horny. Ga ik gewoon lachen. Er is geen gamegeluid. Echt wel. Hoor je geen gamegeluid? Er is geen gamegeluid. Echt wel. Wat? Waarom hoor ik wel gamegeluid? Hoor je echt geen gamegeluid? En zo gamegeluid. Ik hoor genoeg. Ik hoor het. Staat heel zacht. Ik heb wat harder gedaan, ja? Nou, blij chat. Hey, Mol! Mol zat in mijn hoofd. Morning, horny. Ik hoor geen geluid. Heel zacht. Nee, er is geluid. Harder, nog harder. Jezus, zegt chat. Zo. Zo hard genoeg. Zo hard genoeg. Ik ga nu ook gewoon testen. Hallo, ik ben aan het praten. Hallo, mijn naam is Link en hoort staat hij. Ik ga nu ook gewoon testen. Hallo, ik ben aan het praten. Hallo, mijn naam is Link en hoort staat hij. Is dat gewoon hard genoeg? Ik ga gewoon testen. Hallo. Jullie zijn maar trollen. You guys are trolling me. Is dat gewoon prima? What's going on? You've got one weird look on your face. Hey, Nino, kill. Met die rare ring die eraan zit is voor om je vinger, zodat die beter in je hand ligt dus nu. Al licht gesloopt heb hem zelf ook de Popo-controller. Ja, ik vind echt... Ik weet dat hij om je vinger moet, maar ik vind dat zo onhandig. Wil ik liever gewoon niet. Ik kon gewoon los hebben. Maar ik weet dat hij om je vinger moet. I know. Lekker weer 200 houden. What's going on? You've got one weird look on your face. Never mind that, I couldn't wait any longer, so I came to get you. Today, finally the big day. You're finally going to get your first Pokemon from the professor and become a real trainer. Oh, but before you do, go read your email before... Nee! Ik haat e-mails lezen. I'm gonna book it to Professor Oak's lab. So, see you there. Okay. Wat ben je nou met mensen aan het timeouten? Wat is allemaal gaande? Hey Horny! So, here's what you need to know as a trainer. Press A and you can talk to all kinds of people. And if you tilt the control stick more, you can run. Plus, if you open up the remaining menu by pressing the X button, you can save your progress too. Ik heb geen X-knopje! Oh, ik heb een knopje erboven! Oh, er zit hier een knopje boven. Oh. We gaan even saven. Kijk hier. Wacht, ik laat het jullie even zien. Kijk, zie je dit? Zie je dat draadje eromheen? Dit is ook een knopje. Oh, but I did not know that. Dat is very nice. Tijgerpok. Link, stik in je boel. Wauw. Wauw. Nice. Bovenkant is de BM menu knop. Ik heb het door. Thank you, Kanye. Very good. Hey, doei, mam. Mijn moeder is een beetje getint. Niks mis mee. Maar ik dacht, ik zeg het eventjes. Hallo, meisje. Stikkie juig. Ik heb er trouwens nog soepzangers over, want ik heb vandaag soep gegeten. Verse soep van mama tijger. Very cool. Hallo. Hé. Hey. Waar de... Ik wilde deze Pokémon hebben. Oh, Horny. Professor Oak is er neer. Do you think those Pokéballs help the Pokémon you and I are supposed to get? I can't wait to get mine. Maar ik zie hier ook gewoon... 6 lekkere Pokéballetjes.
Nou, dan loop ik alweer. Hey, tjollos! Of kan ik er nou eentje gaan pakken? Nee. Oké, een stukje achter. Professor! Oh ja, je moet natuurlijk weer naar boven lopen, dan komt hij naar je toe. Oh nee! Professor wordt aangevallen door 3 pitches. Well, my good... Alsjeblieft! Hey, dankjewel, hè? Ik heb geen ziel! Link, ik heb die sweater gekocht met hoodie en mijn nickname ingevuld en zo, maar kwam niet binnen. Kan dat? Dat kan. Het is een prototype. Ik heb geen idee hoe het precies werkt. Maar dan blijkbaar werkt het dus nog niet. Maar in ieder geval wel dankjewel dat je het voor me test. Want ik wist niet hoe het werkt. Ik dacht ik alles goed heb ingevuld, want het is allemaal nieuw. Deze koppeling. Als het goed is, mag gesproken, zou het al binnen moeten komen. Maar blijkbaar voor zombies komt het niet binnen. En ik heb zeg maar geen dingetje waar je kan zien dat er zeg maar iets gekocht is. Dus dat is wel een beetje gek. Ja, ik heb niks binnengekregen. Oké, dan moet ik nou even met de mensen praten die zeg maar hier overheen gaan. Maar, zowel eventjes een fotootje dat je hebt gekocht op Twitter of Instagram. Dan like ik hem eventjes, ja? Dankjewel trouwens. Dus maar, sorry, ik kan niet, ik kom blijkbaar dus niet in stream. Hoe graag ik het ook wil, blijkbaar dus niet. Maar dankjewel voor de 2 ouwe. Ik wist niet. Zonde. Zonde. Wel, my... Tom de Sapling. Oh, kut Thomas. Wel, my good pitchy. Thank you for your help. Wat? I think I understand you all a bit better now. Thanks to this. Ah! If it isn't horny. Ik ben inderdaad best wel horny, professor. Door uw jas die u heeft. Of course, I promised to give you and Mol your Pokemon today, didn't you? Well, in that case, why don't you head over to... What's that? Het is een mannetje, Pikachu! Yes! Huh? Bam, 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 bam. Oh, you're counting the wild Pikachu! My, I certainly won't have expected a Pikachu to appear around here. But since your opportunity has presented itself, why don't we practice some Pokemon catching? You just have to throw out your Pokemon and try to land it on the wild Pokemon for a chance to catch it. Okay, hold your Dorico horizontally and point it straight up to... Okay, I got this, Professor. Get ready. Niet gooien. Boom! Boom! Ik gooide perfect. Got him. Got him, chat. Hij zit erin. Boom. Mag ik wat Tiger Pox in de chat? Tiger Pox in de chat. I represent the Pikachu. That was a very fine performance of a first trainer, my girl. Don't assume my gender. Miss. Zal het zo zijn. Waar zijn de tijgen Pox? Subs, what the hell? Dankjewel, Katelink. Dankjewel, Vince. Very cool. Why don't you pick up the Pokeball and give that Pikachu you caught a name? Huh? Gaan we hem een naam geven, chat? Huh? What is that? Now that's a lively Pokemon if I've ever seen one. Hey, wait, come back. Dat is wel leuk. Pikachu wil natuurlijk nooit in de Pokémon. In ieder geval, Pikachu niet. Hey, bitches. Vin dat kaasje. Nou, ik heb een onderbit. Ik heb er geen tekstje bij staan, maar dank je. Very cool. Professor ook. Those Pokeballs there, I swear that were only 2 a second ago. But now there are 3. A perfectly reasonable reaction, my boy. You see, one of them is a Pikachu that Horny caught just now. So wait, Horny, you caught it yourself? Maar... Zou ik ook hem niet kiezen dan? What? I've never seen that happen before. Ho ho ho, how interesting. Well, my girl, that is it. Take that Pokeball and keep good hold of it this time. Ik neem deze. I think it's trying to tell you where it... Ik neem deze. Ik wil gewoon... Ik kom niet. We nemen hem.
We nemen hem. Waag het als je Pikachu niet... I tried! Hij evolueert! Oh, je zakje. It's sniffing my hand. Het zakje. Oh, mijn hartje. Ik had zo gewild dat je Pietje was. Dat had ik opgevreten. Mijn naam is Horny. Pikachu became your Pokémon. Yes. Not a strange Pokémon indeed. It sure doesn't seem to like staying in one place. But it looks as tough as it takes a shine to you. Horny, why not give it a name? Chat. We noemen hem hoe die eigenlijk had horen zijn. Oh, I made a mistake. We noemen hem hoe we eigenlijk wilden dat hij was. Ja. Oh. Yes. Very cool. Pichu. We hadden gewoon gewild dat hij Pichu was. Toch, chat? Tuurlijk wilde dat het Pichu was. Maar hey, het is een Stink Pikachu. Hey! Te lang geleden dat ik een stream heb gekeken van LinkTag. En het is weer even leuk als het altijd was. Hey! Dankjewel, Yara. Zodat je bent. Professor, I choose this one. Een Eevee! Bleh! Bleh! Patatje. Misschien noem ik mijn volgende Pokémon patatje. Of gewoon een Pokémon waarbij het past. Oh, there's one more thing. Het stinkt Pokédex zeker. Nu. Bijna 2100 mensen op de YouTubes en 280 mensen op Twitch. Zal ik dan maar kijken. What is that thing, professor? This is a Pokédex that I've designed. Wow. It automatically records data on Pokémon you've seen and caught. Horny and Mol. I want each to take one with you. Oké. Okay. Maar je had niks in je hand. Dankjewel. Nink, ik wil nu ook je shirt. Ja, maar dat snap ik. Dat is wel een lekker shirt. Ik kom ook meteen muts bij. Kort één. I find you can't get very detailed data on Pokémon you've seen. And you catch a Pokémon, you grant even more complete data. Wow. Heel fijn. It was my dream. But I'm an old man now. Too old to get a job done myself. That's why I want you young trainers to fulfill my dream for me. Get a moving, YouTube. This is a great undertaking of the Pokémon history. A Pokédex, huh? We're gonna meet so many Pokémon. This keeps getting better and better. I'm sending out right now. Horny, you should do the same. If you think you're ready, that's it. Hey, later. Link, geef me mod, dan kan ik... Wel stuf zeggen. Wat? Tuurlijk, ik kan gewoon stuf zeggen. What the fuck? Hey, is dat mijn moeder? Oh, how cute. This is one you got from the professor. I got it myself. What? You got it yourself? Precies. That's awesome. What should I call your new friend? Pichu? It's a lovely Pokemon. Nee! Pichu, Pichu zeg je dan. Stinkbeest. Want is iemand zo niet aan het gedragen? Zijn er nog mods aanwezig? Spel me alsjeblieft niet uit op teken DC, dankjewel. I suppose that means you two will be setting off on an adventure today, right? I thought this day might come soon, so I planned ahead and get this for you. A town map, dank, very cool. Niet ook alsof ik mijn freaking hoofd ken. Oké, okay, doei mam. Ik kom nog thuis voor het eten. Lekker prakkie. Horny. Kan je het woord horny niet zeggen? Wauw. Pikachu. Ah. Hallo Pikachu. Biga biga. It looks like it joins the warmth of the sun.
Het is tijd om een pitje te vangen. Ik ga naar Brok. Ja, dan ga ik er al heen. Jezus, ik ben net begonnen. Boom. Chat. Gewoon een mis. Maar, hallo? Boom. Easy. Wanneer ga je ook echte video's maken? En niet je... En uit je stinkhol komen. Want ben een beetje klaar met al die games. Alsof ik veel games doe. Hey. XP. We hebben een Pidgey. Ja, dat is wel een Pidgey. Nou mag ik hem geen naam geven. What the fuck? Ik kon hem een naam geven. Hey Joch. Oké, okay, hij weg. De Noordisch! Oh my god! Ah! Hallo, Shrustio. How you doing? Vang een Caterpie. Vang een Ordis, bedoel je. Boom! Great! Ik wil graag een mandarijntje nemen, maar ik ben bang dat zeg maar... mijn controle zo meteen vies wordt. Alright, you've got an Ordis. Hij zegt daar... Iedereen. Een pineapple gekregen. Krijgen we dan meer candy? Oh, level omhoog. Easy. Learned quick attack. Pichu quick attack. Nice. Level 6. What the fuck? Oddish! De wiet Pokémon. Waarom mag ik ze geen naam geven? Vang een Mewtwo. Ja, chat. Oh, kan gewoon. Godverdomme. Een kutcontroller. Ik bedoel, dankjewel Nintendo voor deze geweldige controller. Ben je niet ondankbaar. Maar voor typen werkt hij gewoon echt niet. Koko! Yes! Oké. Okay. Jullie mogen deze naam verzinnen, ja? Chat, dan noemen we Oddish. Het moet wel een naam zijn die past, zeg maar. Het is een plant-Pokémon, oké? Okay? Het is een soort ui. Hoe noemen we hem? Hoe noemen we hem? Hoe noemen we hem, chat? Hm? Dat moet een grappige naam zijn. Wiet, haha. Dit is de Wiet-Pokémon. Een Jonko. Ik vond Jonko wel leuk. Dat is de enige originele die ik erbij zag. Jonko. En Jonko. Yes. Dankjewel. Hallo. Pichu, Coco en Jonko. Very cool. Wat heb jij? Wat was dat hartje daar? Hey, back. Trouwens, in deze Pokéball zit als goed als Mew, werd er gezegd tegen mij. So maybe we'll catch a Mew sometime. En zeg maar, je krijgt geen random account. Zeg maar, echt de Pokémon's die je ziet, die je kan... Oh, nog een Pikachu! Oh, Pikachu ziet hier wat. Zie je Pikachu. Hallo? Wat is hij? Oh, ik bedoel Pichu. Pichu found something in the plants. A raspberry. Wow, very cool. Even Mewtwo en Gengar van Pokémon Go naar Pokémon Let's Go traden? Ja, eigenlijk al. Oh. Nou, die kon echt naar me toe vliegen. Ik kan in principe dit spel in één keer uitspelen door al mijn Pokémon's van Pokémon Go hierin te zetten. I could! Maar dan won. Misschien alone Pokémon's wel een paar. Misschien is dat wel leuk. Oh! Chat, zag je dat? Easy! Boom!
Nee, ze Mewen. Geen Mewtwo. Waarom is ooit geen Green Linky? Omdat hij Jonko heet. Jonko. Jonko de Jonko. Hey, boom. Nog een beetje. No. Oké. Okay. Pikachu. We gaan eventjes. Het is Team Rocket. Ik ben bang, chat. Oh. Wat zie je, Pikachu? Wat zie je daar? Ik bedoel Pichu. Ja, godver... Je bent niet voor me. Hey, meneer. You must know Professor Oak, right? I've got a delivery for him. But I really can't leave the market. Can you get him to... Okay. Virgin City. Oh, we kunnen letterlijk gewoon teleporteren. Nou, vooruit. Hey, professor. Ik heb hier een pakketje voor je. Miauw! Ogen dicht! Why, horny? Back so soon? Was met mijn impressie een beetje goed? How is little Pichu doing? Hmm? That face you make when you see it. Marit is er gewoon weer niet. Kut, Marit. Hmm. Je impressie is 10 out of 10. Thank you. Very cool. Nee, Borg is makkelijk te verslaan. Als Pikachu double kick kan. Wat is ik een Pikachu double kick? Nani? Ik moet voice over gaan doen voor jou. Ik wil heel graag een voice over voor een serie doen. Het lijkt me zo leuk. Maar ook heel moeilijk. Goodness me. Pikachu has seen like it's really come to be a true partner of you, horny. I think you get what it takes to become a great Pokémon trainer. What's that? You have something for me? You handed the parcel. Oh, so some orders arrived. Thank you for bringing it to me. Thank you, horny. Very cool. It's about my Eevee. It moves our... That's so cool. Pizza writing is on our ear. What? I'm delivering some very hardy items. Which I think I'll share with you too. Raspberries. Maar ik heb al raspberries. Het is wel je zusje, klopt. Ik hou ook van dit. Als een zusje. Nou, als je Pokémon Go hebt gespeeld. Raspberries zorgen ervoor dat je makkelijk Pokémon kan vangen. En dat probeer ik helemaal uit te leggen, maar kom op zeg. Jesus Christ. We zijn geen kind van 2. En ik heb een pineapple gekregen. En een raspberry. Wait up. Come on, horny. Do you think you can do more with Pokémon? Than just catch them? If you are a trainer, can you get a Pokémon? Chat! Boom. We did it, Seth. We did it. We did it.
killed him. He's dead. He's gone. Pokemon partisan waiting for XP. Coco level 5. We did it, chat. We did it. Easy. Easy. What? Did I lose? You laugh. You lose. Fluffy bitch gekild. Yeah. Easy. Oneerlijk. Hoe is het nou weer oneerlijk? Waarom is het oneerlijk? Valspelerij. Don is live. Doe kijkers. Nee. Iedereen blijft. Fuck Don. Wat is Don aan het streamen? Waar gaat hij streamen? I bet it's not Pokémon. En voor jou gaat hij Pokémon streamen? Goddammit. Ja, maar hij gaat eerst Fallout doen. Ja. Yeah. En dan ben ik al lang bij de leak. Dus dan ga je lekker niet kijken. Rudimentaire is ook live. Ha! Ik merkte helemaal niks aan mijn view count. Suck on that. XP share, dat is handig. Klopt. Hey meisje. Wil je verkering met mij? Hey horny. Hey. Very cool. Hey, is that a Pichu? You two are really great partners. Sportswear. Fuck is dat? What? What the fuck? Pichu looks very happy. Oh. Hallo? Hey Pichu. Yeah! Who's a good boy? Ga je staart zitten? Hey belly? Can I touch your belly? Oh, you're cute. Okay. Let me catch... Oh. Let me give you a belly, Barry. Take it. Take it. Oh. Take it. Eat the berry. Good job. Good job. Dit is echt heel kut. Het werkt echt niet lekker. Hey. Oké. Okay. Genoeg. Tijd om te stoppen. Hehe. It seems like Pichu wants to play. Don't forget to show it some love from time to time. Zo wel. Een golden rest? Nee, het is gewoon een normale. Of een normale pineapp. Een golden rest zit er vast ook in. En een zilveren pineapp. Hey, shop at market guy. Maar waarom ben je nu niet... Wat een stinkend joch. Ik zit helemaal van, ja, ik kan echt niet meer... Je moet het echt afleveren, want ik kan echt mijn zaak niet verlaten. Ik moet dadelijk tegen, ik kan mijn zaak verlaten. Stinkend joch. Oh. Zullen we, is dat hier een trainer? Oké, okay, het zal wel. Molly, we zagen hem. We gaan hem even neermaaien. We zitten nog hier weer battelen. Ratata. Pichu, go. I believe in the Pichu. We gaan vechten. Thundershock. Hallo Wim. How you doing? Link, je hebt een meal van level 1 in je bal zitten. Maar hoe krijg ik hem eruit? Ik wil hem in mijn team hebben. Mew can learn every move in the game. Gun een mol geen Mew toe. Absoluut niet. Die ga ik vangen. Hoe krijg je die Sting Mew hieruit? Pardon. Geen eerste kill, nee. Hey mol. Zuig een pik. Huh? You look pretty pleased about something. Oh, you beat another trainer? Good job. Very cool. Since we're on the topic, the Pokemon you sent to battle, you've lost some HP and Pepe. I lost some PP. Haha. Dan kan je healen. Oké. Okay. Jezus zeg. Ik ben geen noob. Door hem te openen. Pop voor een hamer halen. Ratata is wel cute. Hij is wel oké. Chansey! 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 Ik ben van Zuid-Nederland. Very cool. Ja, maar Link in dit spel is beantralen. Vind je het leuk? Ik wil hem ook halen. Toen Pikachu of Eevee. Ik speel het spel nu pas
half uurtje of zo. Het is gewoon leuk. Als je Kento opnieuw wil spelen, of voor het eerst wil spelen, dan is het de aanrader. Ha! Where did Team Rocket go? What the fridge? Wat? Chat. Hier zit toch Team Rocket, of niet? De hammer of doom. Ik wil... Oké. Zo, we gaan even naar de leak toe. Kappa. I know the secret here. Ha! Is het altijd een Pokéball? They changed it. I don't like that. Ik heb Zweta Plus Muts gekocht en het kwam niet in beeld. Ja, ik had net al gezegd. Het is blijkbaar niet... Het werkt blijkbaar niet. Dus dat is heel jammer. Maar, maak als even een foto dat je hem hebt geordend op Twitter of Instagram. Dan geef ik je even een likeje, man. Het is wel ook jammer dat het niet... Dat het blijkbaar niet werkt. Maar het is allemaal testfases, dus... I'm sorry. Maar wel dankjewel voor de support, man. Hallo, Ratata. Wat is de spelernaam? Horny. Hey, Ratata. Boom. Oh, ik gooi. Get ready. Gaat hij aanvallen? Hey, 100 bits. En ik gooi meteen een great. Motivatie. Geld motiveert mij. Vinden de kaasje. Dankjewel voor de 100 bits. Staat geen berichtje bij, maar... Very cool. Thank you. Very cool. Je kan bij menu connecten en dan Pokéball voor meal. Oh, wat? Even kijken voor meal, chat. We want some meal? Heb je Horny zelf gedaan of autonaam? Ja, man. De game heeft zelf mezelf een Horny genoemd. Wat is 7? Goed. Communicate. Mystery gifts. Ho! A Pokémon is in je Pokéball Plus. It's a present for you. Kan je nu al Mew krijgen? Attention, if your battery runs out or you disconnect while you're receiving a gift, you may no longer be able to receive the gift. Please check the battery of your Nintendo Switch and Pokémon Go Plus. Please also make sure... There is no connection issue. Oké. Als ik nu al Mew kan krijgen, is eigenlijk best wel gek. Ik vind het echt dat je veel later in de game pas moet krijgen. Maar I'll take it. Mew! Je got Mew. Top. Zit hij ook in mijn party nu? Nou, we hebben een Mew in ons team. Mogen we een Pokchip in de chat? Hey, niet de wens. Oh, hey Horny. Hey. Ga dan naar Pokémon League, bla 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 bla, je back. We gaan nu weer bed natuurlijk. Ik ga geen Apex Musical zetten. This is not epic. This is not epic. Maar we hebben een Mew. Jongens. We hebben een mythische Pokémon. Gaan we even Mew laten zien. Ja, een Pidgey boeit hem niet. Weet je, Mew is zo sterk. Het lijkt of mijn Pikachu shiny is. Dat is hij niet. Maar het leek wel... Maak deze even dood. Switch hem even up. Pakken we even Mew. Weet je wel. We want een Switch Pokémon. Yes. Boom. Daar gaan we voor. Boom. We gaan Mew zetten. Zeg gewoon, Mew. Niet gewoon, blablabla. Nee, gewoon, Mew. Oh, Abby. Ah, oh, zo so cute.
Pound. Smack him. Smack him, Mew. You can do it. Chat. Geloven jullie in Mew? Geloven jullie erin dat Mew Eevee kan verslaan, chat? Zou hij hem aankunnen? Ik heb nog maar 3 AP. Ik heb misschien zelf bij hem 3 AP gedaan. Geloven wij in Mew? Geloven wij erin? Ik geloof in Mew. Mew, je kan dit, Mew. Mew, kom op! Ik kan niemand geloven. En Mew heeft hem verslagen. Let op. Mew heeft alle kracht gegeven aan Pichu. Waardoor hij nu een thundershock kan doen. En dan maak je het ook makker. Hoe kom je aan Mew? Gekocht op eBay. Dat is eBay sterk, man. Eevee is een legend. Deze Eevee kan gewoon een mythische Pokémon aan. What the fridge? Let's go. Ik zeg toch, ik geloof in de Mewtwo. Gaat Idris weg? Yo, ik peer hem. Ik ben misschien over een half uurtje weer terug. Tot zo, Idris. Hey, gekke ding doen. And we've defeated him. Easy. De mythische Eevee. No. Pichu is level omhoog. Lekker gedaan. Coco is ook level omhoog. Very cool. Jonko is ook level 6. Daar gaan we. De mogelijke cheats, klopt. Oké, Chalas. Goed, we gaan even kijken. Wat is Pikachu? Pikachu acts like it wants to touch Mol's hair. What? Don't say those things. That's weird. Wat? Huh? Ze rant de tante. Nou, ga weg. Stinkrat. Oh, Nidoran. Een vrouwtje is Nidoran. Nou, voor de rest zou je denk ik niets bijzonders zijn. Oeh. Een Pokéball. 5 Pokéballs erbij. Nice. Noot mijn senpai Pichu link tegen. Hallo, ik notice je. Ik vind het echt heel leuk dat je Pokémon echt kan zien lopen. Dat je weet gewoon wat je gaat accounteren. En dat je omheen kan lopen als het nodig is. Ik vind dat heel fijn. Zo met Pikachu, hallo. Hallo. Hallo Pikachu. Dat spel. Nintendo 64, bedoel je dat? Ik geloof in de hart van Mew. Wat is dit met je Mewtwo, man? Chansey! Jesse, prepare for trouble. And make it double. Mew! Die modfire is al lang weg. Kidding is nog steeds. Wie wil even serieus halen? No! Speel met Pikachu. Wat bedoel je nou weer met Pikachu? What do you mean? Ik heb geen Pikachu. I got a Pichu. Nog een Oddish. Hallo meisje. Mag ik Oddish in? Oh, your Pokémon is running on you. That's super cute. That's because he's horny. And choose a Pokémon to... Oh. Oh! Oh! Yeah! Coco! Kunnen we Mew achter ons aan hebben? Geen plusknopje namelijk. Oh my god! It's so cute! Het loopt echt voor je. Waarom loopt hij voor me?
Raar. Gewoon een Mew bij me. Mew achter me aan. Ik achter Mew bedoel je. Jesus. Daar kan ik natuurlijk niet heen. Prepare for trouble, make it double. Prepare for trouble. Wat? Prepare for trouble, make it double. Prepare for trouble, make it double. To protect the world of devastation, to unite all people within our nation, to denounce the evil of truth and love, to extend our reaches to the stars above. Jesse James. Team Rocket blesses off with the speed of life, surrender now, and prepare to fight. That's right. Team Rocket, rocking, talking trouble, walking trouble, double trouble, big trouble, gonna follow you. Team Rocket, rocking, talking trouble, walking trouble. Jesus Christ, man. All the lyrics. Weedle! Nee! Ik zou een Caterpie! En een Metapod. Mew traint de Horny, yes. De vloer is lava. Nee! Stop! Caterpillar. Yes. Ik ga denken, voor de mensen die nu kijken, ik ga door Shiny Hunt. Oh, ik ben net met de game begonnen. Ik ga niet met Shiny Hunten. Maar ik ga denk morgen spel ook livestreamen. In de avond. Dus ook denk ik rond een uur of 7. Dus als je er ook wel bij wil zijn, zet die agenda alvast. Dan komt een uur of 7 ook weer live gaan morgen. Even een paar uurtjes denk ik. Ik heb geen restbergwerk voor een Weedle, man. Je kan die... Great, by the way. Je kan die curve met dit. Vind ik wel jammer. Do and play with Pichu, Linkje. The fuck hebben we het over? Schud is met je Pokéball buiten het gevecht. Dan gebeurt er iets. Oh, hij heeft Gust geleerd. Nice. Maar ook twee pitjes bij me. Ga ik met Pikachu praten, toch? Ja. Hey, Pikachu. Ik bedoel Pichu. Ik wil een beetje spelen, ga weg. Stik jij. Er is een mega grote menu. Play with. Waar? Oh. Ja, dat. Dat is gewoon dit. Dat is gewoon legit wat ik net ook deed als je zo schudt. Jesus, man. Oh! Nee! Dat is een speciaal Onyx! Nee! Dat is een speciaal... Als er zeg maar iets omheen zit, dan is er iets speciaals aan. Kut. Wat hebben ze me geleerd? Geef hem aandacht. Nee, hij mag erin stikken. Ik heb zeg maar dit spel al even één keertje eerder gespeeld. En ik was ook door de forest aan heen lopen. Want ik ben een special boy. Dat ik het spel al eerder mogen aanraken. Maar ik heb geleerd dat ze met die Pokémon met dingen om zich heen. Voor is dat extra klein. Als die die kleur is en als die oranje is, is het extra groot. En ik hou wel van extra klein. Ik bedoel, wat? I can relate to that. Snap je? Peter is er niet gespant. Oh. It's tiny! That's what she said. This one is cute. Excellent, chat. Excellent. Got him. Arrr. Kate is heel klein, dat klopt. Jezus, al die level omhoog. Oh, ga je dat allemaal opnoemen? Double kick, hey. Natuurlijk verkennen de old move. Waarom deed hij een double kick? Zo raar. Doe maar crawl. Tada! Double kick. Oké, dan gaan we even kijken of we Jonko erin laten zometeen of de nieuwe Oddish. Eigenlijk zou je een rode ding omheen moeten hebben, maar hij is klein. Jezus, zeg doe even normaal, gozer.
Fijn. Jezus, doe gewoon pijn aan mijn vinger. Oké, dit hebben we kleine oordjes. Cute. Ook zie je Pokémon. Nog kleine oordjes. Sorry, ik ben afgeleid. Ja, het tweede is Dumperin. Ja. Dan. Wat? Ik was al klaar met gooien en dit is heel laat. Excellent, got him. Vecht als een man. Lekker seksistisch. Die andere opdem ik nog wel. Komt helemaal goed. Hey huiselijk mensen, hoe is het met jullie? Niks tegen huiselijk mensen. Doe je huiswerk, chat. Cats combo 2. Wat? Oh, een grote Caterpie. Ik heb voor mij de kleine aangepakt. Wat de hel ben je aan het doen, Caterpie? Ga weg. Stuk juich. Een grote Caterpie. Look at this big. It's huge. That's what she said. Boom. Excellent. Very cool. Denk als je Pichu uit, terwijl je Joy-Con aan het systeem zit, krijgt hij een kapsel. Maar wil ik dat wel? Misschien wil ik helemaal niet dat hij een kapsel krijgt. Oh, gaan we dit weer krijgen? Rennen, it's huge. Al die seksistische grapjes. I'm horny. Mirror move. Oké. Okay. Hoor me klik, chat. Alle Pokémon vangen. It's a huge Weedle. Oké, vangen. Stinkend beest. Boom. Nee, als Joy-Con... weet ik al. Hier in Nederland is het makkelijker voor je te lezen. Bereid je maar voor. Want hier zijn we weer hoor. Om de wereld van verder verval te behoeden. Om de mensen van het volk te kunnen beïnvloeden. Om een kwaadaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen. Jesse! James, Team Rocket is nog sneller dan het licht. Het vecht als een man. Of geeft hij over en zegt... Miauw, ogen dicht! Ik vind Miauw stem echt leuk. Die man speelt ook Octo. En Crocker van... van My Fairy Parents. The more you know. Great. Wat voor dit gaat het Pokémon eruit? Stinke koen, hè? Ga er gewoon in. Is het alleen op de Switch? Ja. Denk, heb je merch gekocht? Thank you, Vince. Very cool. Dus even een screenshot dat je hebt gekocht op Twitter of Instagram. Ga je daar de stream even liken. Daar gaan we weer, chat. Welkom bij Aaklik Simulator. Thanks. More ASMR. Yes. Het is een meisje, Pikachu. Kunnen ze kunnen ze horny zijn? Fuck, gooi ik ineens scheep. Weet je, het is leuk naar Pokémon Go. Pokémon Go heeft zijn eigen dingetje. Het is leuk om onderweg te doen. Pikachu. When you're outside, you play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Oh, Pikachu. Nog een wijf. Echt druk hier. Hey, Pokeball. How are you doing? Een antidote.
Goddammit. It's a trainer. Ik denk als je Pichu uit... Ja, ik weet het nou wel dat je... Dat heb je al 500 keer gezegd, ouwe. Je hebt echt geen dingen te halen. Super vervelend. Ik ben 19 en 1,75. Ik ben 1,85. En mijn lengte van mezelf is... Oh, 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 grappig Link. Piemelgeintjes. Hey, ik heb eigenlijk al trek in de allereerste mandarijn. Mods moeten gewoon hun werk doen. Ja, kut mods. Ik ga even de andere mandarijn even uit het bakkie. Zodat ik even lekker kan choppen. Jezus Christus, wat staat dat geluid, joh! Jezus Christus. Hey, Promo de Ux heeft een subje gegeven aan Annika Kimberly. Hey, Annika Kimberly. Gefeliciteerd met je subje die je hebt gekregen. Geniet ervan. Even wat leuks staan. Je bent ook wel echt een leukert. Hey, maar dat betekent dat zij ook in de Discord kan. Doe even uit op teken DC. En dan kan je in de Discord komen. Als je Discord hebt en het leuk lijkt. Kom naar Discord. Wees leuk. Je hebt een oren. Het stond wel aardig hartje. Hoe heb je nu al Mew? Gekregen van de professor als eerste Pokémon. Hij zei, wil je Mew hebben? Blauw van Pikachu. Zeg ja, prima. En toen kreeg ik hem alsnog. Makkelijk aan het gaan. Je dag is veel te hard. Mijn dag is leuk. Jullie hebben ook al Butterfree en zo tegengekomen. Dan hoef ik ze niet te laten evolueren en shit. Hallo meisje. Nu bettelen? Jij hebt wat gemist voor Arc Flimpy. Kijk even naar 1335 van je filmpje en doe goed. Zeker de basis van Harm. Because I've seen de reacties alweer. Er zit een spin in! Er zit een spin in mijn bakkie. Die! Die! Die. Die. Killed him. Zit er ook een spin in mijn mandarijn? Alsjeblieft. Ik heb geen ziel. Het is veilig. Zo Link, dit doet me denken aan vroeger. Ik keek al sinds jij Pokémon Red deed en ik volgde het helemaal. Ah, cool man. Thanks om te horen. Tof dat je zo lang bij bent, man. The memories. Thanks voor de twee, George. Leuk dat je zo lang erbij bent. En nu ook gewoon weer even lekker concoureren. Moordenaar. Het was echt een... Chat, het was een mini-spinnetje. Het was gewoon even mijn reactie van... waarom zit er een spin in mijn bakje bij de mandarijnen? But it's dead. Het is dood, chat. Het leeft niet meer. Het ademt niet meer. Het is over met de pret, met dat ding. Doe rustig, karma chits. Ik ga hem even in elkaar schoppen. Kom niet in de buurt met spinnen, ster. Nee. Oh nee, hij is poison. Fucking dom. Sommige mensen dachten dat het een normal type was. Lekker een wafel eten en stream kijken. You know what's up. Maar waarom zie ik Kimberly niet praten in de chat? Kimberly, zeg wat. Nee, zijn er niet wat spin? Twee voeten van een stoel. Hehe. Hallo, Caterpie. Heb ik een Kuna al gevangen? Oh, dat is een grote Metapod! Wacht, ik heb er al één gevangen. I remember now. Kennen jullie die de ene spin van het internet? Weet die? Een hele schattige spin, hoe heet die nou? Die geanimeerde.
Chat, help me even. Lucas, dat was hem. Oh! Wat heb ik gedaan? FG tackle. Oh my god. Kut. Was niet aan het opletten. My bad. Lucas is super cute. Lucas the spider. He's amazing. Excellent. Yes. Hey, ik ga je inhalen met subgiften. Wow. Ik ga denk ik de mensen die meer dan 10 subjes hebben weggegeven, ga ik een VIP rank geven. It's huge! Yes! Ik denk dat gaat doen. Wel leuk. Ik heb al vier prank. Helemaal niet. Je hebt mod. De mensen die mod zijn, die hebben pech. Toen leert poison power. Om dit allemaal zo lang. Wat is een mirror move? User contains the target by mimicking the target's last move. Oké. Okay. Eigenlijk tackle weghalen is helemaal niet zo slecht. Maar blijf mijn VIP. Ja, dat doe ik later wel. Jezus zeg. Ik heb er geen zin in. Ik heb al te veel informatie gegeven vandaag. Wacht tot de volgende stream. Jezus. Jee, Mew leert een aanval. Vind ik wel, dat mag echt wel wat versnellen hoor. Fucking vervelend. It is huge. Mew. Ik heb 12 subs. Kijk, dan krijg je er eentje. Bij Joost is letterlijk elke supporter VIP. Wat is elke supporter? Bedoel je op YouTube? Of sub? Ik ga niet elke sub een VIP geven. Ik heb er maar 50. En ik heb 65 subs op het moment. Dus dan kan ik niet iedereen doen. Is het hier een spin? Nee. No spider today. Het lekt. Zinkt ook een beetje. Verdamme. Ja. Het smaakt super zuur. Ja. Verdamme. Trouwens, je kan hier een Bulbasaur vangen. Dat weet ik. We gaan even rond blijven lopen tot we een Bulbasaur tegenkomen. We gaan gewoon lekker. We gaan een bal beschrijven in mijn team. Chat. Snap dat nice. Oh, we praten met Mew. Hey Mew. Mew door het kamp en area of grass hier. Top. Die best maar. Ik weet dat hij een balbesar is, want ik heb het game al aangeraakt, zeg maar. Dus ik ben gewoon Pokémon blijven vangen tot we hem zien. Lekker met Pikachu missie verslaan. Echt hoor. Normaal gesproken ben ik altijd, zeg maar, kies ik altijd Bulbasaur als Pokémon. Want die is gras en die is heel sterk tegen steen, dus tegen brok. En hij is goed tegen water van Misty. Daarom kies ik echt 9 van 10 keer altijd Bulbasaur. En omdat hij nummer 1 is. He will always be number 1. Nu is echt veel te wild, klopt. Rosalie XOX heeft een subje gekregen van Promo de Ux. Very cool. Jezus Christus zeg. Ik bedoel. Boop. Very cool. Thank you Kanye.
Dankjewel voor het subcriften, man. Dat is al het tweede vandaag. You're very gunning vandaag. I like that. Dankjewel voor de sport, ouwe. En dat je haar natuurlijk kapt. Ik ruik hier al een date. Hoho. Lekker op date. Nog één. Wat moet nog één? Jezus, waarom werkt het af en toe echt gewoon niet? De dodelijke Pokémon. Ik support meestal degene die actief zijn op Discord en Twitch en sub zijn. En af en toe chatten met een like me. Ah, zo. I get you. Nou, ik weet nog niet. Ik ga eens dat doen. En dan zie ik het al. Naomi van der Worp heeft een subje gekregen. Er zijn 5 random subjes weggegeven. Wauw. Jesus, man. Coming in with the support. DevSky-NL. Geniet van je subje. En gaat het dan meteen mensen die subje hebben gekregen uit op teken DC. Join de Discord. Mensen die sub zijn mogen op Discord joinen. En jullie hebben geluk. Boody 038. Hey Tim. Doe uit op teken DC. Join Discord. En Honorboy 0314. Geniet van je shipje. Uit op teken DC. Join de Discord. Lekker Jena. En de laatste. Shaniqua de Lake. Kom hier, Sean. Shaniqua. Zet een subgeluid zachter. Ja, dat doe ik wel een keertje. Jezus zeg. Ga nu maar lekker, lekker genieten van het lekker harde gelachie. Lekker hard lachen. Hey, thanks ouwe voor de 5 random subs die je geeft. Deze man. Jezus. Dank je. Air rape, ja. Join the Discord. Die random sub weggegeven die ik altijd... Die random sub weggegeven doe ik altijd bij Servant Gameplay. Waarom doe je dat niet bij mij? Nee, een grapje. Tof dat je Rick support houdt. Rick is a cool guy. Maar waar is mijn stink Bulbasaur? Mama Bulba. Misschien is hij iets verder. Kan ook. Ik wil ook joinen, maar dat kan niet. Wel, Rip Perina. Honor boy. Mooie emotes. Nee, ik ga dit spel ook halen. Wel Pikachu, of course. Goed zo. Ik wil wel Pikachu. Of van Pokémon. Ik ben level 39 in Pokémon Go. En ik doe al bijna mee aan alle events. Nice, man. Ik ben zelf level 37. Ik wil echt meteen nog gooien. Dat ik gewoon domme maken. Omdat ik mods bij... Ah! Vandaar. You're a mod. Very cool. Nee, ik had eerst een subje, maar nu heb ik die niet meer. Mag ik nog wel de Discord joinen? Dat gaat allemaal automatisch houden. Dan moet je... Als je zeg maar subje bent, dan moet je Discord koppelen met je Twitch. En dan kan je joinen. Dat wordt allemaal automatisch gedaan. Maar ik kan niet zomaar even een invite geven. I'm sorry. I'm sorry. Hey, pokeballetje. Hallo? Een lure. Wat doet een lure? Oh, dan ik weet dat een lure doet. Een Pokémon oproepen. Kun je nou Bulbasaur krijgen? Oh. Even luren. A glass bottle of perfume that makes rare Pokémon more likely to appear. Bulbasaur? Het is Oddish. Jezus, man. Maar geen Bulbasaur. Ik mis onze persoonlijke Mr. Beast. Nou. Weet je, we hebben geen Mr. Beast nu, maar we hebben wel
Een promo. And that's the same. Hij sport mode is ook prima. Dan ga ik naar verbinding en dan volg je. Ben ik oh, he's helping. Very cool. En ja, ik heb nog steeds twee pitjes in mijn team. Ik kijk al je video's en al je tweets. Prima. Very cool. Stunt powder. Sure. Ah, de poison power. Crawl halen we hem weg. Als hij sleep power heeft, neem ik liever sleep power. Dan stunt powder. Of spoor. Net die ook zo meteen leert. Ga met Mew spelen. Mo. Nu nog niet nodig. Ze levelen allemaal vanzelf wel. En dit is zelfs aan Pokémon die graag spant. Stom. Ik kom op Bulbasaur. Ik weet dat Bulbasaur hier is. Guys, who's back? Geen idee. Is Tim er? Ja, Tim is er. Gezellig dat Tim er is. Mogen er vragen zijn met betrekking tot Discord? Stuur me een whisper. Hey, Tim, VD wel. Wil je vragen hebben over Discord? Stalk hem. It's your girl. Weet je, hij krijgt ervoor betaald. 3 keer zoveel dan normaal. Dus moet hij ook zijn werk doen. Kappa. Wat was dat geluid? Ik dacht dat het Bulbasaur was. Nou, één berichtje is genoeg. Stalken is een beetje overdreven. Ga kijken waar zijn huis woont. Kappa. Dat vindt iedereen fijn. 3 keer niks! Yay! Nee, Bulbasaur is verstopt. Maar ik heb dit spel gespeeld en hier kom ik een Bulbasaur tegen. Dus er moet hier ergens een Bulbasaur zijn. Zoveel Pokémon's. I know there is one. Stinkmol, oh wacht. Molko is nog niet. He will come soon. Ik ga hem even doodmaken. Maan van game. De naam bedoel je? De naam is Pokémon Let's Go Pikachu. Oh, een Stink Pikachu even vangen. Oh, serieus, als je Let's Go Eevee hebt gekozen, dan kom je hier legit al gewoon Pikachu tegen. Uitbreken game. Wauw. Very cool. Maar dat is uptime. Ik ben al 1 uur en 38 minuten live. Daar is je uptime. Want iedereen dat spamde. Zeg ik, Tim, zet het uit. Oh, zou die ook gewoon wegvliegen? Ah, Eevee is beter. Nou, zie je hoe geel ik ben? Pikachu. I even got the ears. Oké. I even got the ears. Yodio Mart the fan. Hey, sleep powder. Oké, dan gaan we stunt powder weghalen. Want acid is best wel... Ja, de 40 damage. En absorb is best wel een chille aanval. Voor nu. Amateur zit op de telefoon. Laat me even op mijn telefoon zitten. Ah, Joost! Joost, nee! Joost! You shut the fuck up! Hekje TMEV. Wat? Het zei het niet eens, hekje TMEV. Get fucked, Joost!
Hij zei het niet eens. Stik erin, Joost. Stik erin. Joost. Joost, wacht. Weet je wat het is? Je weet toch, hoe noem ik mijn trainer altijd? Joost, hoe noem ik hem ook alweer? Dat weet je toch, Joost? Joost, hoe noem ik mijn trainer altijd? Hoe noem ik zeg maar mijn character altijd in Pokémon? You know that. You're an all-time fan. You know that. Hoe noem ik hem altijd, Joost? Hoe noem ik mijn character altijd? Nou, niet doen alsof je niet weet, Joost. Jij bent al heel lang fan. Dus trouwens, zijn stuk team Pikachu in de chat. Of is Joost nou al geliefd? Stink Joost. Even een leuk verhaaltje doen, gaat hij weg. Jammer weer. Stik hem erin, Joost. Waar is mijn stem? Bulbasaur! We got him, chat! We got him! Oh! No! Ah! Ik gooi hem mis. Je noemde destijds iets funzig. Penis of zo. Ik wilde dat weer erom doen, Joost. Maar ik mocht hem geen penis noemen. Maar toch weer zelf. Maar binnenkort wordt het gesponsord. Misschien is het niet chill als ik een penis noem. Maar toch wilde ik het doen. En toen deed ik het. Toen mocht het niet. Toen noemde ik hem Horny. En dat mocht wel. Dus mijn trainer heet Horny, Joost. Kom op, Bulbasaur. Stay in! Oh! Ja! I got my favorite starter! Oh my god! Ja, Horny. Ik weet niet of Brenda en Bianca er zo blij mee zijn. Ik hoop dat Rick het wel apprecieert. Je Pokémon Black serie toch? Met elke Pokémon serie was dat. Every Pokémon serie. His name was Penis. Ah, even kijken. Jongens. Oh. Kut. Bams heb ik de... Oké. We gaan snel hier weg. Dan gaan we... Wat is die tering druk, man. Doe even normaal, gozer. Nog Bams daar. Kunnen best uitkiezen. Very nice. Boom, excellent. Gamegeluid. Oh. What the fuck? Het gamegeluid stond ineens uit. Sorry. Sorry, chat. Sorry. Kijk, het mogelijke gamegeluid weg. Kan je een keer skin battle in Fortnite? What the fuck is dat nou weer? In één keer hebben we hem. Wat, wie wil bite leren? Rattata. Ik ga je niet meer in mijn team houden dadelijk, hè? Dat weet je. Maar alleen maar bite. Doe epic music. Nee, nu niet nodig. Nu niet episch, oké. Joost, kijk, ik heb een Mew, Joost. I bet you don't have one. Catch combo keer 2. Wat houdt het in? Moet ik steeds hetzelfde Pokémon vangen ofzo? Oké, voor mij zijn ze nu op. Huh? Oh, zat er... Oh, ik zag het pitje niet eens. Hallo? Dank je. Let's go. Waarom gaat die Pokémon deze... Scheep... Wat een stinkding! Zo. Ik heb hem, chat. Ik heb hem. Oh! Nee! Wat doe je? Butterfree. Het is een Butterfree, chat. Butterfree. En toen stond links cheats uit. Shut up, chat. Shut up. Charmeleon ziet er echt vet uit in deze game. Ik heb Charmeleon nog niet gezien. So I don't know. Come on, daar. Botervlieg, yes. Gaan hem vangen.
Pichu is level 15. Kan je vertellen als ik een Thunderstone heb? Ah, ik heb nog meteen evolueren. My back. Zeg gewoon Pichu. Jezus, hou op met die ene bit. Don't spam, man. Don't spam the one bit. Alsjeblieft. Als je bits doneert, doe dan per leuke aantallen. Niet spammen. Dankjewel. Anders word je getimed door Kate Link. Want je vervult de chat. Nou, dat is ook een Beedrill. Die is er ook. What the fuck is deze wild aan het doen? Daar hebben we nou de berries voor. Blijf stilstaan, muts. Dank je, Jesus Christ. Je kan je start niet evolueren. Wat? Wat is dat voor bullshit? Got him. First try. Oké, als we hem raken. Ik wil dat we hem meteen hebben met een raspberry. Bah! Hij staat stil! Oh, ik wil hem gooien. Get ready. Nu! Wat? Die bal is echt random. Hij staat nu stil. Dankjewel. Grip geld er maar. Het zijn maar echt. Het zijn 1 bit, letterlijk 1 cent. Wat een stinkding. Hij wil echt niet gewoon normaal gooien. Hoe werkt deze sensor? Dank je, Jesus Christ. Dank je, ik heb hem. In een scan battle is dat mensen jou moeten stream snipen. Maar je kiest een rustige plek uit waar je met z'n allen gaat zitten en dan met jou elke keer iemand killt met een lelijke skin. Nou, klinkt niet zo erg bijzonder. Om eerlijk te zijn. Dankjewel. Be right back. Tot zover. Loontie! Loontie heeft een supergeer van Kirsten. Nou, ik hoop dat ik een Beedrill tegenkomt. Ik moet dadelijk ook gewoon gaan vangen. Ja, ik wil er doorheen lopen. Kirsten, nee. Loont hier een sumpy lumpy. Geniet ervan. Enjoy it, girl. Enjoy it. You're better. Discord, here I come. No! Perma Ben. Kun je me gaan? Hey, doe Nomi. Zeg je was. Trouwens, iedereen die sub is op mijn Twitch. Join me Discord. Uitroepteken DC. Het is gezellig. Kirsten ken ik van Joost. Ze is echt geweldig. Maar ja, Joost is inderdaad geweldig. Hehehe. Oeh, wind attack. Yes. Hoeveel doet Gust? 40? Ook 40, maar dit is een physical attack. Special attack. Nou, physical is beter. Want mijn heeft meer physical damage. Denk wat als mijn sub is afgelopen, mag ik dan in Discord blijven? Ja, als je eenmaal in Discord zit en je sub is verlopen, dan mag je gewoon blijven. Alleen dan heb je geen subrankje meer. Maar je bent nog steeds, je zit nog steeds erin.
Kan je ook alleen niet meer in de subchannel praten? Oh, nog maar de free, Jesus Christ. Maar je kan wel gewoon een normale chat praten. Lure event is roar off. Oh, daarom is het steeds zo druk. Dus als je er eenmaal in zit, you're in. Wat een stinkbeest. Dank je. Jongens, even serieus, hij leest het niet. Nou, waarom lees ik jou dan wel? Hè? Ik heb dan 5 Pokeballs. Better make them count. Oké. Je stand. Ah. Noob, shut up. Does this look like a noob to you? Boom. First try. Is er nog een gunner in de chat? Gunners are all gone. En mensen die erop vragen, worden overgeslagen. Ik heb vorige week de muts gekocht en nu heb je korting met hoodie erbij. Het is weer XD. Wel. Get fucked. Ik ben al verbonden met Twitch en heb stappenplan gevolgd. Nu verder. Vraag het zo meteen aan Tim, als hij terug is. Of vraag het aan iemand die het al heeft gedaan. Er zijn genoeg mensen die je wel willen helpen. Als het goed is, ga je bij Discord. Moet je dan ergens klikken. Dan kan je al de serverlijsten zien die je kan joinen. Goed, geen beatroll. Then we're gonna get away. Voorzichtig. Nog Butterfree, flikker op. Wanneer kun je Pokémon evolueren? Gewoon op de normale levels, zoals normaal gesproken, altijd evolueren. Ga weg! Stik op! Ga je toch niet volgen, hè? Shut up. Shut up. 5 potions, dankjewel. Nou, shut up. Instellingen, verbindingen, servers, hier links staan aan join. Well, that was easy. Give it your best. Dankjewel. Stikkie juich. Ik ga naar Pokémon zetten. Hallo? Mag ik? Dankjewel. Wat level is ook weer? Elke Pokémon verschilt per level. Wanneer die evolueert. Pikachu evolueert alleen met een tandenstem. Het Diglett is een mole, right? I will never catch Diglett in my life. Of vind ik Diglett eigenlijk wel leuk. Hey, dankjewel, hè. Mew. Geen Mew. Maar het is nog steeds... Tweet even naar Marit, van waar de hek ben je? Nee. Mew, shut the fuck up. Ik wil niet met je praten. In een Pokeball. Dankjewel. Je moet gaan, joe. Hey, doei Femke. Zeg het was. Even wat Pokeballs extra kopen. Chewdude! I love Chewdude. Hij is meta in Pokémon Go. Ik ga wat items kopen. Pokeballs. Thank you, Kanye. Very cool. Oh, krijg je wel... Tuurlijk, primaire balls krijg je natuurlijk ook bij. Dan krijg je per 10 krijg je dat. I forgot. Hou je back. Wil ook niet meer kopen. Get the fuck out of here. Pokémon is een easy. No shit. Oh ja, wacht. Ik moet naar PC toe. Pokémon switchen. Ik doe heel veel Pokémon dingen. Million party. I know. I know. Waar is de PC? Wat de hel? Zit de PC? Chancy, help me. Chancy! Waar is de PC?
Help! Je back in the box. Maar... Welk knopje dan? Ik heb geen knopje daarvoor. Ik heb geen I-knopje. Schudden? Je moest gewoon schudden. Het is wel een mannetje. Ik heb ook zijn beter. Deze meer special attack. Deze meer special defense. Ik vind deze one is overall better. Dit heeft ook 1 CP meer. Net of rest. Ik weet niet of het rest is, maar... En we doen nog wat in ons team. We hebben voor de rest geen bijzondere Pokémon, hè? Ik ook Pokémon transferen. Send all the Pokémon to the professor. Doei! Ja. Thank you for sending all those Pokémon. They will help a good deal of research. And here, you send me 5 Pidgey. Pidgey is quite a fine Pokémon. That's it. I think you've earned some candy for all the help in Pokémon study. Candies make your Pokémon stronger. So use them on the Pokémon you'd like to train well. Quick Candy Heal Candy, Quick Candy L? What the fuck? Oké. Top. Kom juist de... Ga nou niet in juist dit. Doe even normaal, man. Kom lekker in mijn Discord. Hehehe. Alleen nog VIP bij Link. You wish. Snowpok. Pook. Wat is een Mew? Wat zag je daar vast of... Moet ik met haar praten of zo van jou? Wil je do me a favor? Ja. I want to go to Pewter Museum, but my dear Slowpoke here is refused to budge. I think you could keep an eye on him. Sure. And we're gonna enjoy. Patatje. Dat heb ik niet gehouden, maar de eerste loop ook. Big Pearl, thank you. Fijn. Top. Heel cool kan je. Very cool. Het is tijd voor de eerste gym. Dat is het mensen publiek. Lekker. Ik heb een patatje gegeten, wauw. Wow. Ik ben dan een fucking noob. Wat is er? Oh, een gastype.
Moet je een grastype hebben voordat je mag battelen? Only allow trainers who know type matchups. Oh, ik heb Bulbasaur. Moet je dat serieus echt doen? Maar als ik dat gewoon niet wilde, dan wilde ik dat toch niet? Het staat helemaal nergens op. Oh, het spel is €60, by the way. En ik heb de bundel. Van €400. Hehehe. Very cool. Nou, we zijn nu nog eerst twee uur aan het spelen. En zijn er bij de eerste. Jim. Pichu! Double kick. Single kick is genoeg. Ben je ook VIP? Doe je ook VIP geven aan mensen? Ja, ga ik nou dat doen. Ik ga eerst beginnen met VIP geven aan mensen die subs hebben gedoneerd. Die zijn extra cool. Die geven om andere mensen. Zeg bij Pokémon Center. We hope to see you again. We hopen je natuurlijk te zien. Dus hoop dat je Pokémon pijn hebt. Ja, precies dat. Cute dude. Geef me even VIP. Hey, ik geef je een pik in je reet. Kappa. Hehehe. Double kick. Ook op link aan Mew. Die kwam ik net tegen. En die heb ik even gevangen. Geef Bulbasaur ook een naam. Ik wil Bulbasaur een naam geven. Chat, wat is een leuke naam voor Bulbasaur? Wat is een leuke naam voor Bulbasaur? Leuk naam van Bulbasaur. Groepsla. Blub, blub. Kompoes! Suppy! Lekker hoor. Deze emotes, man. Ja, leuke emote, hè. Ik heb twee nieuwe erbij. Ja, wat is er nou, Tom Poes? Wat is hij nou? Wat is hij nou? Join even de Discord, man. Nu mag ik wel een Discord. Jij mag nu een Discord. Officieel mag je nu een Discord. Uitdekken DC. En join Discord. We noemen hem wel Sla. Vind ik het leuk. Salami. Salami. Ja, kropsla. Ik vind Sla ook wel leuk. Oh. Sla. Sla de Bulbasaur. Zoveel subs. Yeah, al de subs. Echt 10 erbij gekregen vandaag of zo. Very cool. Heeft hij trouwens wat aanvallen? Dus wil ik best wel met hem beginnen met vechten. Daarna met Pichu. Hey Brok. Oké, okay, op het moment van hier zei diegene altijd van, nee, nu moet je stop met spelen. Dus dit heb ik nog nooit gedaan. Dat is wat ik nu doe. Oh, you're going to challenge me even though you're going to lose. So be it. Show me your best. Chat. Waar is het tijd voor? You know where. Je weet waar tijd voor is toch, chat? Toch? Kijk, Vince weet het al. Hij weet het al. He knows. He knows. He knows. Ik wil even compleet stilte, alsjeblieft. Dankjewel. Het is tijdje.
Dankjewel. Ah. As per your victory, take the official Pokémon League badge. The Boulder badge. Oh. Dat was instant chat. Oeh. Cringe attack. Yes. That's me. With the Boulder badge, Pokémon up to level 20. From other trainers will listen to you. Without question. Oh, and wait. Take this with you too. Headbutt. GG Pichu. GG. We hebben ze legit gewoon die aanval geleerd, zodat mensen... Oh. Wat is er? Vega, Vega. Race around with a proud experience. Trying to get some attention. Jee, aandacht. Ja. Oké, je hebt het ook wel. Je vindt wel een dingetje. Hier. Neem een raspberry. Wat zou ik nou? You're being a good boy. Nee? Geen good boy? Oké, enk aaien. He's being a good boy. Who's being a good boy? Ja! Yeah! You're being a very nice little boy. Oké, nou je bek houden. Heb ik nou zojuist de hoofdkont gekregen? Een hoofdkont? Oh, Jezus, we moesten ook echt over nadenken. Godverdomme, Jer. Jer heeft me ook al gekocht, spelletje, of niet? Of ga je hem niet kopen? Hey, you there, newbie. Gary! Don't tell me. You gotta be horny, right? Oh, je moest eens... Ik ben kleddernat. Ik ben kleddernat. I'm just saying. Ik ga hem ooit wel kopen. Maar niet nu. Smart move. Maar chat. Hier deden we het toch voor. De naam hebben we hiervoor gekozen. We did it. We did it, Reddit. You just got memed by the meme gang. Boom. Hey, Roosje. Well, that's awesome. I know it. I'm always right. Blue. Oh, shit. Het is blue. Denk, wat zit je nou stom te doen met die pak? Dit is mijn controller hier. I'm having this controller right now. Ik heb een Switch gekregen en ik gebruik dit. I heard from my grams that two new kids set out of Pallet Town to become trained. Maar is Red er dan ook? En is Yellow er dan ook? Oh. En Green? Blue is normaal gesproken het meisje. Dacht ik. You may not shabby yourself. Great balls, thanks. Stom ding. Wauw. Don't be so negative, man. Deze kan ik altijd goed ook met mijn mobiel connecten. En dan kan ik Pokémon Go hier letterlijk mee spelen. Als ik goed heb opgelet. Smell you later. Doei Gary. I love you. Yeah, boy. We're gonna speedrun this shit. Oh ja, ik heb trouwens een Mew hier. Even met mijn Mew. Die zat in de Pokéball. Just saying. Nou, dat is even healen. Nou, dan gaan we daarin. We gaan meteen een Misty toe. Ook zuiver even de game tot nu toe. Een 8. I'll give an 8. Heb je nu al Mew? Yeah. Als je de Pokéball... Pay to win. Boom. Boom. Easy. Ja, Link cheat. Zal ik even Mewtwo overzetten van mijn... even Mewtwo overzetten van Pokémon Go. Even mijn sterkste Mew. Ik heb iets van 6 Mewtwo's of zo. Ik kan er wel eentje missen. Wil je vechten? Oh. Normaal gesproken krijg je hier normaal gesproken renschoentjes. Mew. Hey. Wat is er, neef? Oh, you're a new trainer.
I'm a coach trainer. A coach trainer are the ones who stand in the various places to train trainers. I'm one of them. We coach trainers are strong. If I do say so myself. If you want to try out your strengths, you should definitely battle me. Oh, battle us. Sure. Ik wil best wel een beetje vechten hoor. I want to see how strong. Hey Link, ik heb al een shiny. Heb je legit een shiny? Je kan hier heel makkelijk shinies vangen. Hoe dan? En jij bent trouwens nummer 1 bitternator man. Thanks voor de sport. Ik wist niet dat je nummer 1 was. Ik wist wel dat je top 3 zat, maar... Hoe krijg je een shiny? Ik wou... Bulbasaur! Heb je legit alleen een Bulbasaur? Sla! Yes! You're not gonna beat my sla. Dat is ook wel 3 levels lager. Maar ook een tackle. Je ziet dat het tevoorschijn komen. Zit er ook een bepaalde glitter omheen of zo? Of is het gewoon... Is het gewoon, hey, mijn shiny. Hey, mijn shiny Kakuna. Oh, nice man. Ik weet wat de rating is hiervan. Wat shiny is. Ik wil echt een shiny hebben. Ik heb nooit een op. Ik heb nog nooit in de Pokémon main game een shiny gehad. Wat geen Magikarp is. Heb je Ponyta? Roos, ik zweer je, als ik een Ponyta heb, dan noem ik hem Roos. Absoluut. Nee, Thundersuck is niet goed. Of Double Kick is niet goed, want dat is poison. Thundersuck is ook niet geweldig. Maar dat komt helemaal goed, Roos. Ik zal meteen aan je denken, ja? Maar dat komt pas later in de game. Yeah. Avalici. Goddammit. Bulbasaur is nog best wel sterk. Gaan we kijken of Double Kick überhaupt damage doet. Hoe lang ga je streamen? Ik denk ik ga nog wel een uurtje door of zo. Dat is wel leuk. Ga ik eentje Nicky noemen? Ten eerste schrijf Nicky verkeerd. Ik wil ook een shiny hebben, man. Of bedoel ik Quick Attack? Jesus Christus. That's a lot of damage. Oh, Roos heeft emoticons. Yeah. Ik heb 2 nieuwe emoticons erbij, Roos. Doe even de Tiger Rudd en de Tiger Pok. Moet je even kijken. Vind je ze leuk? Die heb ik nieuw. Vandaag vers uit de oven. Maar ik zou voor jou kijken wat de snelste manier is. Ja, ik wil weten wat de rating is. Hoeveel kans je hebt zeg maar, op een shine tegen te komen. Kijk, mensen doen ze al even in de chat. Kijk, kan je eens even zien. Ja, je hebt het al gevonden. Wat vind je ervan? Vind je het leuk? Oh jee. Yeah. Mag je even een mindje? Kan je lekker emoticons weer in gebruiken? 1 op de 4096. Ah shit, man. Nou, tenminste kan je ze wel echt zien, weet je al. En ik zal sowieso de game streamen. Dus als je er één keer een shiny ziet, dan wordt hij wel helemaal wild. Hoop ik. Is ook een trainster? Wauw. Love it. Oh, cute. Dan is 4.600. Jee, man, heb je echt geluk, man. Dat is voor mij ook normaal, zeg maar, dat het zoveel de kans is. Het lijkt me echt heel lastig om normaal shine te zetten. Maar hier zie je ze ook gewoon dan shine. Dat is heel fijn. Pokémon Go is 1 op de 400 voor mij. Maar dan moet je ook echt aantikken. Oh, ik heb Leech Seed geleerd. Maar meteen... Werkt Leech Seed op... Nee, ik wou net zeggen. Het werkt niet op een gras-Pokémon. Even omwisselen. Naar Coco. Die gaat over 1 leveltje evolueren. Please pak Coco. I'm doing it right away. Sticky absorb. Wind attack. En boom. En hij is dood. Aap uit de. God damn it. En je bent neer. Gecondoleerd, Diesel.
denk net zo makkelijk als in Pokémon Go om shinies te krijgen. Ja, het is wel, je hebt 10 keer zo weinig kans, maar je kan zeg maar wel zien, zeg maar. Je kan zeg maar zien al voordat je ze aangevatten. Als je de catch combo van 31 of hoger hebt, is het ongeveer 1 op de 1000. Hoe krijg je je catch bonus omhoog dan? Joch, kom met me vechten. Oh, Pidgey heeft leuk. Level... Oh, 18, ja. En 36. Ik dacht level 16. I'm sorry. Ik ga even zo switchen dat Pikachu weer ermee staat. Trouwens, nieuwe merchandise. Kijk even op www.denktag.nl. Nee. Foei. Pichu go. De meerdere keren dezelfde Pokémon te vangen. Maar... Dan moet je echt 50 keer dezelfde Pokémon vangen. Auw. Stinkend joch. Stikkie huig. Ik ga weg, want ik ga huiswerk maken. Bye. Hey, veel plezier met je huiswerk maken. You gotta do what the man's gonna do. Ah, zelfs boom achter elkaar van. Haha. Er zijn nog mensen met een JJJ emoticons. Jer streamt niet eens meer. Op welke route ben je? Want je kan bij route 3 en 4 een Charmander vangen. Ik ben in route 3! Dus, ja. Van Gen 2 tot 105 is het 1 op de 8000. Jezus. Zo. Ga even met hem verder. Hey, even een pokeballetje pakken. Een potion. Sticky. Wauw. Ik denk een knikje aan mijn Discord. Wauw. Dat is zo gemeen. Dat zei ze trouwens. Sticky Jarm. Wauw. En meteen de Jarm hierheen kwijt. En boom. Meteen die agressiviteit. Wow, kijk wat Link aan heeft. Een mooie hoodie. En een muts voor maar 49,99. Wauw. It's a great deal. Jammer dat je mee getimed had met je Linkje in de chat day. I'm sorry, Gijs. Alleen subs kunnen linkjes in de chat doen. I'm sorry, en mods. Die ben je kwijt. Ja, dag. Laten we tandenshock doen. Nee, ja, nee. Hé, ik maak... Anders maak ik wel een JJJ rank in mijn server. Dan kan ik mijn server joinen. Kirsten ook al rebels. Je bent oprecht je rank kwijt. Je bent echt je rank kwijt. Oh, megalo. Ah! Ik ben wel vangen trouwens. Nee! Kutrapta. Boom. Gun me dan mod. JJ rank is geen mod. Rank. Niemand wil de stixer. Stixer van Link. Wauw. Dat jij nou niet op zit, betekent niet dat niemand erop wil. Stikkenjuich. Oh, ik ben wel een JJJ rank hoor. Ja, ja, ja. Kom hier eens. Spear. God! Wat een agressiviteit hier, joh. Dikke ruzie, ja. Ik hou niet van ruzie met chat. Stop chat, hou het gezellig, kindvriendelijk. Mijn poppetje heet Horny. Ik welke shiny wil je nog graag vangen? Oeh, ik weet niet. Ik weet niet. Een Geodude. Dat is een gele shiny. Oh, dat vind ik vet. Dat vind ik heel vet. Je nieuwe merch is zo leuk. Maar ik ga een J6 tray halen. Sorry man. Hé, hey, moet je gewoon lekker doen. Support Joost. Joost is leuk. Joost is een merch ook cool.
Ik heb het gezien. It looks very cool. Het is groot gelijk heb je. Outfear kan je bij de W-Charm makkelijker vangen. En kan je rechts... Oké, ja, we zien vanzelf wel, joh. Komt helemaal goed. Oh, dit te vroeg. Ik wil best wel een Charmander vangen. Ik denk dat ik hem bij me ga... Ik ga hem denk ik niet bij me dragen. Ik weet niet. Ik ben nooit een Charmander fan geweest. Ik ben altijd een Bulbasaur guy geweest. Jezus! Boom. Dank je. Sokko, doe je een pot aan. Dus, ik ga hem wel vangen, maar ik ga niet bij me dragen, denk ik. I don't know. Het is wel leuk, maar meer. Waar had je Bulbasaur zo, Link? En de... In de forest. Moet je even... Hier. Ik zal even laten zien. Hij zit hier zo. Even kijken. Viridian Forest. Hier. Viridian Forest. Daar moet je zijn. Jezus, ik word helemaal getoeter. Menki! Harmki! Harmki! Oh my god! Ik wil Harmki bij me dragen. Totdat ik een match op heb. We hebben hem. We gaan terug. Stinkkraft daar weg doen. Harmki! Do you guys remember Harmki? Ik moet niezen. Zo. Dat is een goede nieuws. Doei. Stinkrat. Hé, hey, pak wel. Ik schrijf echt 3 rondjes doorheen. Oh ja, moet ik wel een naam geven natuurlijk. Ik weet niet wat ik eruit krijg. Hoe krijg ik eruit? Even terugkijken in mijn stream. Allure, nice. Back. Nee. Party. Hallo. Change name. Harmki. Harm. Harmki. Harmki daar. Dan gaat hij muts stelen, yeah. I hope he does. Hey, Joch. Wil je met me vechten? Wacht. Vechten tegen Harmki. Nee, wacht. Hij is level 6. Laat maar zitten. Lure. Ik ga zo even een lure even aanzetten. Gezondheid, dankjewel. Hard shoe. Wet face. Ik wil maar... In welke leeftijd ga je stoppen met YouTube of Twitch? Weet ik veel. Dus niet leeftijdsgebonden. Hey, over leeftijden gesproken. Lucky Beltman. Heeft een subje gekregen. Van Promodux. Lekker hoor. Lekker, lekker, lekker. Nu mag je... Is de Discord te joinen of nog niet? Of moet je sub zijn? Nou, bij deze. Je kan gewoon lekker joinen. Uitroepteken DC. En je komt er gewoon lekker in. Boom. Dat is even makkelijk. Dankjewel voor de sport promo. En Lucky, kom lekker op de Discord. Gezellig. Even lekker loeren. Are you a trainer? Is this a trainer? Ik heb getekend een foto van mijn order op Instagram en Twitch. Ik ga na de stream eventjes dan kijken. Of morgenochtend. Komt helemaal goed. No, quick attack. Oh. We doen quick attack. Nah. I'll do it, Thundershock. Oké. Okay. Ja, maar ik wil ook in Discord. Ja, maar ooit ga ik een invite linkje uitgooien.
Eerst ga ik invite links geven aan mensen die er al in zitten. Dat ze één iemand ook mogen toevoegen. Een vriend of vriendin. Of ander geslacht. En dan denk ik wel eentje op Twitter of zo. Of thuis stream. Hé, hey, wat zie je hier? Wat is een meisje? Raspberry. Very cool. Thomas. Hey Thomas. Kijk waar ik al ben. Ik heb Mew. Heb je ook Mew? Maar Thomas. Do you have this? Do you have this, boy? This. You don't. I know you don't. I know you don't. I know you don't. I'm just flexing. Flexing on you. Gaf tegen joch. Ik wil ook mijn dokje laten zien, maar ja, er zit mijn ding natuurlijk in. Ik heb meteen overgezet. Mijn rank is er nog. Oh, nice. Ben je boos? Waar is de Mewtwo? Oh, nog een kleine Mankey. Kom hier. Kom hier, little boy. Rich flex, but okay. En welke Pokémon game heb je gespeeld? Ouwe, zeg, weet welke ik niet heb gespeeld. Bruin haar, geel haar. Bruin haar, geel haar. Bruin haar, geel haar. Bruin haar. Maak een keuze, Link. Ook je bennen, jemen. Ja, maar er zit lore achter. Als ik ooit een stripboek zou maken, ik heb helemaal lore. Maat, je kan zo hard XP grinden. Hoe kan je XP grinden? Mijn Twitch is al verbonden. Dan moet dit moet gewoon lukken. Hoe kan je XP grinden? Wat ben je aan het doen? Waarom sta je van boven? Oké. Okay. Lore. Een ratatanti. Ik ging even snel naar de winkel en terug. Ik kreeg 2400 XP voor de Pokémon die je meeneemt. In de winkel? Hey, Harmky! Hier kan ik. Vertel me, er zijn genoeg mensen die je willen helpen. Jezus. Gewoon zo'n shop? Jezus! Boom! Dank je. Ja, je hebt zeg maar een Pokémon in je Pokémon Plus. Je kan zeg maar een Pokémon in je Pokémon Pokémon Plus gooien. En stappen tellen, zeg maar, in real life. Oh, zo! Oh! Ik snap wel dat je letterlijk een Pokémon hierin stopt, er dan mee gaat lopen. Ah, oké. Okay. Ik moet het sowieso even uitvinden. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Communicate? Naar save? Oh ja, hier. Geef eens op save, überhaupt. Hoe ver ben je trouwens gekomen, Thomas? Waar ben je nu met de game? Bij Brock nog niet heel ver. Ah, natuurlijk is iemand ook uitgevallen. Hoe duur is de game? €60. Waarom wil ik hem hebben? Hey, back! Wat ook de dag van school moest helpen. Set life. Wat ben ik allemaal aan het doen? Maar ik heb nog steeds bij me. Waar zit Pikachu hier nu in? Ik heb Pikachu helemaal niet in. Ik heb liever een Bulbasaur erin. Nou, boeien. Denk in twee personen. In één. Wat? Oh, ja. Yeah. De lore is eigenlijk best wel cool, hè? Van de twee popjes. But you'll never know. Oh, weer zo'n guy. Nou, eerst ga ik even healen. Dan kill ik je even.
Zo moeilijk zijn ze ook weer niet om te slaan. Later, Kate. Pum, pum, piri, piri, piri. Ik vind het wel leuk, zeg maar. Shiny kan hen heel veel dezelfde Pokémon vangen. Wat zal weer weg? I know. We hebben Thomas. Thomas ook mot. Ook al wilt hij niet. Maar ik wil het weten. Er zijn genoeg mensen. Mensen, kan iemand even Loontje helpen om de Discord te joinen? Thank you, very cool. Miauw! Ogen dicht! Hmm. Ik ben echt in love met de aesthetics van de game, though. I like it too. Alleen de Pokéball werkt af en toe niet heel erg optimaal lekker. Maar goed. Hè? Get fucking Mew up. Get the fuck out of here. Ze hebben sowieso Pikachu Double Kick laten leren. Puur voor de eerste gym. 100%. Geen idee. Nou, gewoon met het type van een naam of zo, weet je wel. Heel vervelend. Dat is karma voor je kutje. Ik heb gekeken. Ter waarde van €400. Weird flex, but okay. Hallo man, je hebt een dik buikie. Boom. Hier is Link, beste stem ever. Ik kan hem goed nadoen, hè? Ik heb hem geoefend. Huh? Is dat een Mio boven? Ik wil namens zwaaien. Nee, ga weg! Is happy to have played a bunch of Mew. Weird flex, but okay. Ik heb even Mew gespeeld. Hey, Meowf! Meowf! It's a sleeping Pokémon. It doesn't seem like a Pokéball will do much while it's in this state. Tuurlijk wel, hij slaapt. Dan werkt het juist. Jeez. Wat is er wel gekift? Wat? Oh! You dude! Hey! Get your Pokéball through the moving ring. And you can get a bunch of great techniques. Ga je dat nu pas uitleggen? Dat zou zo'n goede Judith hebben. Ik weet dat de Pokémon Go werkt. Mijn Go Plus wil niet meer connecten. Dus het is een goed alternatief. Dan zou je de Judith in mijn team houden. Like there's nothing here. Then let's just search farther in. You were even dropping on us just now, weren't you? Meowth, you were supposed to be keeping what? It was me. Oh. Meowth. Maakt Go ook veel keer leuker met een Pokémon sowieso. You know there's a rare fossil bird. The helix fossil! Ja. De helix fossil. Nee, Pikachu! Was die voor jou? Ik bedoel Pichu. Dat is een parrot. Pass. Oh nee! De Zubats are here! No. No. Kaboom. Wat was dat? Ook Zubat. Zo is ook Shiny Hunt op Zubat, omdat je die zo vaak tegenkomt. Gooi je voor zo overleg. Dank je! Ik kan heel goed met jou. Ja, nee, niet de Discord. Ik ben al lang kaboom gezegd in de chat. Ik bedoel de story van de twee links. Oh! Ja, dan ga ik... Nee, als ik het ooit vertel, is het een stripverhaal. Ik weet niet. Het lijkt me wel leuk om een stripboek te maken. I would love that. Harmkey. Their taunt.
Mew, level 17. Zegt hij miauw ogen dicht of zegt hij miauw ogen dicht? Voor een miauw ogen dicht, toch? Ik ben er, maar ga midden zitten. Wauw, Caitlink. Wauw. Wauw. 5 Great Balls. Ik gebruik Great Balls nog niet eens. Nou, ik vang zo het later wel. Dan kijk je nog jong. Ik zie al James. Mooie stem van Henk. Dankjewel voor het abonneren op mij op YouTube. Slechte mod. Ja, maar Marcus Tribble Game hier een stuk juich. Ja, maar weet je. Dat is niet zomaar gedaan, weet je. Moet wel. Het verhaal moet verzonnen worden. Ook al heb ik de grote lijn al in mijn hoofd. Het moet. Dat ik een bedrijf heb die erin investeren. Moet ik erin investeren? Alles op en eraan. Moeten mensen zijn die tekenen? Weet je, geld. Dat kost. Mm. Jezus, met 1 damage. Oh, dat doet wel meer. Oké. Okay. Wat zeggen? Geld. Maar. Waar is geld? Ik ben wel een goede mod. Geloof niks van. Als je een goede mod was, was je een mod geweest. I like that one. Miauw. Jesse. Ugh. You're pretty fast, kid. Ik bedoel... Ah, you're pretty fast, kid. Weer een joch. Jezus, zo bad. Stuk juich. Awakening. Nee, ik ben wel in de buurt. Hopelijk ver van jou. En ik kom niet naar mijn huis. Dankjewel. Zoveel YouTubers die live zijn. Maar toch kijk je naar mij. Wow. Thank you, Kanye. Very cool. Crimer. Winga, winga. Pika, pika. Link, ga je naar Detective Pikachu? Tuurlijk gaan we daarheen. Fucking vet. En ik een beetje een Pokémon film die misschien wat voor het oude publiek is. Terwijl er echt super mensen zijn die hiermee zijn opgegroeid. Paralyzed, voor het eerst. Denk de afspraak. Yeah! Dan ga je hem niet ook bij mijn stream zo vervelend doen. Stik op. Ja, klopt. Link van de Double Kick en de feature dat je met 2 mensen speelt is voor kinderen. Als ze moeite hebben met het spel, dat de ouder... iemand het kind even helpt. Ja, de dubbelfunk is ook gewoon voor andere mensen. Alsof je een wijf hebt of zo. Dan kan je meespelen. Maar voor de rest... Oh! It's a big dude. I'll catch it. Nou, ik heb blijkbaar met Jer... Verdomme. Met Jer een afspraak dat ik niet mag boeren. It's huge. Just like my dick. Boom. Maar ik heb ook met Jaren een afspraak en houdt hij zich er ook niet aan. Hey, stuk juich. Ik heb niet gehad dat een... Hallo? Hij bounce wel terug. Ik heb niet gehad dat een Pokémon wegrende. That's cool. Ik denk dus ook en... Weet best. Wat af van business dus. Ja, yeah, katje. Ik heb zeg maar wel een artist. Zeg maar die mijn emoticons maakt en zo. Maar voor elke emoticon ben ik al 20 euro kwijt. En voor mijn banner was ik... zo'n 120 euro kwijt of zoiets in die richting. Dus alleen voor dat is het al best wel wat geld. Maar het is best wel prijzig natuurlijk. Want het is alleen de dingen zelf natuurlijk. Maar ja, weet je, als ze heel stroepelijk gaan maken. Moet wel bij een bedrijf zijn die gewoon bij iemand gewoon werkt. Dus iemand van de Donald Duck of zo, weet je wel. Bij wijze van spreken. Wat voor afspraak. Ja, dat Jer wat liever tegen jou moet doen. En minder tegen jou moet zeggen dat je moet stikken juich. Want dat verdien je niet, Roos. Hij stikken fikstijger. Hey, Mankey. How you doing? Du-du-du-du-du.
20 voor een mode, dat is best redelijk, right? En ze heeft fucking... Dat zeker, dat zeker. Dat is ook gewoon een normale prijs. En ze is er een... niet zo heel erg lang mee bezig. Natuurlijk, het kost even tijd, maar... Ik kreeg ook best goede instructies van, oké, zo moet het er ongeveer uitzien. En zegt in één keer is het ook goed. Ze doen bijna niet te remaken, zeg maar. Het zit heel erg snel, het zit op één lijn. Net ook mijn banner, die heb ik gemaakt in Paint. Ik heb een banner gemaakt in Paint. Gewoon met het idee van, oké, zo moet het ongeveer uitzien. En ze heeft het gewoon nagemaakt in een schets. 20 Amber. Ja, maar weet je, die emoticons zijn natuurlijk wel voor jullie, chat. Is you, dude. Shut the fuck up. Maar gewoon in je bal. Goals. Yeah. Is de Switch zijn geld waard? Nou ja, ja. Zeker over een... Binnen 20 dagen of zo komt Smash al uit. Dat is helemaal waard. Er zijn echt hele leuke games nu op. Je kan Mario Odyssey spelen. Zelda kan je nog spelen. Deze Pokémon kan je spelen. Smash komt binnenkort uit. Mario Kart heb je. Je hebt die Mario & Rabbids game heb je. Die is ook wel leuk. Zoveel games. Lightscreen. Nee, flikker op. Behalve je hem gratis krijgt, hè. Hey. Thank you, Nintendo. Very cool. Roos, ik heb een gratis Switch gekregen. Ik heb nu 2 Switches. Help, onboek ermee. Had ik maar een vriendin om me aan te geven. Oh, wacht. Die heb ik niet meer. En dat zal ik ons nog niet geven. Hey, goede combo. Lief. Ik wil nog met Judas vangen. And then see what the combo can do. Huh. Ah, shoot. Een repel. Repelstootje. Je kan je Switch doneren aan mij. Dat klopt. Dat kan ik zeker. But am I gonna... Giveaway. Ja, maar dan heb je geen controllers. Oh, wauw. Super nice. Mooi te zeggen. Ja, ik heb zo'n... Ja, goed verhaal. Ze hebben die controlletjes, die wilde ik eigenlijk hebben. Maar ik heb ook zo'n hele coole dockie met die plaatjes erop. Dat is echt superleuk. Die werkte bij Robert B. White. Shut up, Thomas. Rose is toch een heel aanval. Fuck, heb ik nou een heel aanval nodig bij een pitchy? Oeh! Ik heb PlayStation verkocht voor 350. Op Marktplaats met 2 controllers en 10 spellen. Iemand zei: ik speel die spellen niet en speel hem eentje. Die man is gek, maar ik heb nu wel een Switch die ik zo graag wou. Kijk, dat is very nice. Okay, we zijn een soort van aan het shiny hunten door alleen maar Judith te vangen. Oh. Dus. En als het goed is, kunnen we dan. We hebben meer kans op een shiny. En ik wil best wel een shiny Judith hebben. What the fuck. En anders kun je ze gewoon de hoogste Judith item nemen in ons team. En dan zorg dat hij een Graveler is. En dan trade ik hem met iemand. Een vriend. En die zorgt ervoor dat we Golem hebben. Hehehe. Ik weet niet welke Pokémon ik weg ga doen. Ik weet niet of ik überhaupt Mew in mijn team wil houden. Ik weet niet. Mew is wel leuk, maar... Meh. Vraag Zubat. Hallo meisje. Kijk een Mew. Mew. Oeh. Moet je een keuze maken tussen jouw Discord en de server van Jer? Tja, weet ik niet. Haha, tweede shiny. Heb je nou een tweede shiny? Wat heb je? It's tiny. Just like my dick. Wauw. Wauw. It's a fairy. Is fighting goed tegen fairy time? I don't know. Nee, niet goed. Oké, duidelijk. Staal was wel goed, dat weet ik wel. Dit nou Sing? Are you freaking kidding me? Back. We hebben een Awakening.
Prima Pro. Nou, dat is mijn zin. Zit wanneer doet dat Clefairy twee keer elkaar zing? Doe wel lied ziet op hem. Gaat hij sowieso dadelijk dood, ook al slaap ik. Ik wil zo graag een roze butterfly. Oh, jazeker. Een caterpie op me. Oh, je hebt een... Nice, ouwe. Heel nice. Die is heel vet, ja. Ja, Pokémon Go zit die ook natuurlijk. Top. Wat een Pichu. En nu weer. Hey, Vince. Fijn dat je er bent. Lees Link überhaupt wel deze chat. Hij reageert niet op de vragen. Wanneer komt Enzo vlog? Ouwe, waarom de fuck zou ik weten wanneer Enzo zijn vlog komt? Het is niet alsof Enzo mij belt en zegt, yo gast, als je op de live gaat, zeg even tegen jouw kijkers waar mijn vlog blijft. Nee. Het was wel een reden achter, kom er vanzelf achter. Calm your tits. En ik weet het niet. Ik speel de Pikachu versie. Je speelt de Pichu versie. Bal. Ik bedoel, Sla is level 13. Yes. Ik probeer onze Pichu al bijna. Wanneer komt die district? Ooit. Kappa. Huh. James. Hallo James. Ik heb je nu. Je hebt me niet. Judith, how are you doing? Je moet naar bed. Hey, doei Sanne. Slaap lekker. Ik ben echt Pokémon Go gewend dat je hem eerder moet gooien. En dan gewoon heb ik perfect getimed. Maar, dat werkt niet. James! Ja, James! Jamesy. Inderdaad, ja. Naamgenootje van je hond. Wat vindt James nu van Coco? Is hij er steeds blij mee? Wat Sanne? Wat? Het rende weg? Terwijl ik hem een... Wauw. Wauw. Wauw, chat. Wauw. Ben jij ook excited voor de tweede Pokémon game in 2019? Wat de hel? Waar help je over? I don't freaking know. Sandshrew! Ringa! Double kick. Doei, Streak. Hey, Streak is still there. Oh ja, hij slaapt. Word wakker. Ik heb geen awakening meer. Dank je. Hij luistert wel meteen. Bijna one shot. Alsjeblieft, word niet gepoisoned. Thank God. Je zou maar een vuurman tekenen bij Antti. Haha. Een vuurmuur. En je zou het maar raden. Jonko is level 17. Gefeliciteerd, Jonko. Nee, Link. Als één je weg hebt, moet je... Godverdomme. Stinkt Judith? We hebben een parel. Bijna drie lijf. Yeah. Ik vond het echt leuk hoe je communiceert met je kijkers. Dankjewel, Loentie. Ik zie Judith! Ik ga hem zo vangen. Morgen zijn we ook live, hè? Rond 7 uur. Je hebt geen reden om niet te komen. Hallo Judith. Laat juist eventjes in elkaar stompen. Ik weet niet, ik vind het ene dat je alleen maar die Pokémon's vangt ook wel leuk. Maar het is net als Pokémon Go. Uiteindelijk heb je echt zo
ontering van Pokémon's. En dan denk je van, wat moet ik ermee? En dan doe je er niks mee. Ik ga weer kijken naar Appie werken. Helemaal prima. Ze switchen. Lekker switchen. Wanneer evolueert Oddish? Chat. Toch op level 18 ook? En de volgende is dan weer Leafstone. Of een Sunstone voor... maar die hebben we natuurlijk niet in deze game. Doe nou... Link. Yeah! I thought you were gone. No. I thought I had a free pass. And do it, you dude. Heb je al gekeken naar de Monster Man Black Spray? Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb een livestream nog niet aangetikt. Level 19? Oh, oké. Okay. Boom. Level 21. Oh. Jezus. En daar is de... Ik wil de tweede game op de Switch, zoals Sun and Moon. De old school soort Pokémon game werd gezegd in het interview. Oké. Okay. Nou, ziet het wel. Hallo meneer. Wat zei hij? I see you have plenty of Pokémon. If you ever run low, come talk to me, okay? Oké. Kom dus nooit meer terug. Hey, een grote dude. Doet. Ik wil echt gewoon dat hij gewoon echt ontzettend groot is. Dat zou echt super vet zijn. Oh. Get ready, set, ha! Veel Pugs ook in deze game. Ja, maar ik weet niet of die in mijne zit of in die van Eevee. Voor mij heb ik Growlithe. Of ik heb veel Pugs, ik heb geen idee. Ik kan ook alone een veel Pugs krijgen. Maar dan moet je hem traden voor mij met Pokémon Go. Je catchbone, ah, inderdaad, gereset. Stom. Oh, miauw! Ogen dicht! En die was niet zo heel goed. I know, chat. I'm sorry. Game meneer. Ja. Schaam je. Waarom moet ik me schamen? Ook niet weten in welke game je zit. Ik hoop ik zit in Eevee. Nice. Ik kan toch allebei krijgen, want ik kan traden. Je miauw. Oh. Ja. Hij was niet on point, I know. I'll do it better if I see him again. When I see you again. Komt goed. Nee, zo bad. Don't ruin my streak. Dank je. Door een Team Rocket mannetje. Meme gang. Links to the Woodoo is de beste. Oeh. Oh, die is vet. That's a nice entrance. Don gaat heen. Ik zie het, als Don hier zit in de game. Oh mijn god! Drowsy! 100%. Psychic is goed tegen fighting, dus ik moet geen fighting moest gebruiken. I know that. I know my Pokémon's. Hypnose, I avoid attack. Stik in je eigen, Drowsy. Je bent dood. Denk als je 21 of 30... Dan heb je kans op 6 IV's. Super sterk is. Is dan.
Ik denk als je 21 tot 30, dan heb je kans op 6 IV's. Supersterk is hij dan. Goed genederlands, man. Nou, in een goede zin. Is Don hem nu ook al aan het spelen? Of gaat hij hem, zeg maar, spelen? Hij is steeds Fallout aan het doen. Stukje Fallout, Don. Nee! Is mijn streak nu gebroken, chat? Van niet. Yep. Echt waar? Oh, verdomme. Het is onmogelijk om zo'n catchbonus te krijgen. Dank je. En de groetjes aan je moeder. Ze heeft je tenminste tenslotte 9 maanden meegesleurd. Ja. Net elke andere moeder. Hey, level 14. Poison powder. Tessu. Yes, thank you, very nice. Weer een beetje bij de... I'm sorry. Sleep powder. Doe je tackle. Ik ben Wilco. Ga je shiny hunten? Ik ben semi aan het shiny. Ik ben niet specifiek shiny hunten, maar... Ah, het telt me wel! Haha! Combo stil daar. Als ik gewoon wegren, is er niks aan de hand. Een Zubat. Nieuws, daddy. Ik ben op een intensieve hunt voor een Sudowoodoo. Hey, succes met zoeken, pik. You're never gonna find one. Because it's Gen 1 only. Goed zo, help Pikachu. You're doing an amazing job. Hey, is dat een Thundershock? That I hear? Gaat iedereen slapen? Hey, slaap lekker, pik. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer. Tot morgen om 7 uur. Oh ja, die is in V. Godver. You didn't know? Jesus, oh, you're a fake ass fan. Als je echt serieus daarop zoekt, naar Sudowoodoo. Zo triggered bij je. Kirsten, no. I know which one I'm gonna take. There's a fossil, they're both mine. No. I'll take one. Ga je morgen streamen? Ja. Ja, zeker. Ik wil ons teampje sterker maken. Ik zie hoe hij is B. En dat mag ik niet zeggen. Hij is Gen 2, dus mag ik zeggen. Oh hell, de Helix Fossil. Double kick. Bijna half. Jammer. Maar zelf de game van 2018. Die moet nog komen. Boom. Die moet nog uitkomen. Zullen we even de andere polsel pakken, de Doompolsel. Maar nu doen ze Twitch plays en dan dit spel. Oh, would be amazing. Dit is super effective, want staal is toch?
Yeah, I knew that. Denk niet schrikken, hè? Maar Peter en Timon hebben niet heel... Echt? Ik wil Smash weer een Pokémon controle, yes! Hebben ze... Oh, nare feentjes. Een sub. Zit een Mega Evolve in de bewaar... Voor mij... Oeh, weet ik echt niet. Ik weet niet of ik een Mega Evolve. I don't know. Fine. We each take a fossil. It's not good being greedy, right? Chansey! What the fridge? Auwe! Ja, hele chat zei hier niks. En Chansey? Hallo? Nog steeds oranje. Waar ik een Raspberry gaat meteen weg, weet je wel. Oh. Oké. Chansey? Wees voor mij. Oh, bijna. Lure. Ik heb mijn lure niet eens aan. En dan pakte de dome. Ja, dat kan echt niet. What a shame. I want this Chansey. Hier. Get ready. Huh. The fridge. Hij gaat automatisch gooien al zo. Dat is echt heel raar. Heel erg gewoon echt. Met die effecten. Ik wel. Oh. I almost got him. Hij werd in het midden kut. Dankjewel. Ah! Dank je. Ik ga slapen. Hey, doei, Lootie. Oh! Yes! Turing lijkt een beetje all of the... Ja, de Turing is niet helemaal perfect. Oeh, we hebben de eerste evaluatie. En dat is Coco. Oh, wees zo lief. Hoeveel doet deze? 40? 50 toch, deze? 55. En kan op crit. Nou ja, fuck die healing dan. Chance met de XS left the lobby. Nee, we hebben hem. En we gaan even kijken naar de evaluatie. Hoe ziet dat eruit? Ik ben heel benieuwd. Coco. Derde shiny. Rot op. Bulbasaur shiny? Oh my god. Ik wil ook gewoon een stream dedicated aan shiny hunten. Oh, nice. Sword Art Online en Seven Deadly Sins, best anime ever. Sword Art Online, best anime. Ha! Oh, mega lul. Kijk maar Hero Academia. Then you know what's a good anime. Hey Judith. Ja, een stream alleen Shine Hunter. Ik denk het dan wel dat het dan, als ik dat ga doen, dat het Twitch only wordt. Want... Nee, dat YouTube-kijkers daar niet zo naar geïnteresseerd in zijn. En als ze dat wel willen zien, kijken ze gewoon lekker op Twitch. Ik doe dat morgen. Nee, ik ga gewoon verder spelen. Oké, shiny toch normaal, vriend. Laat ik wel wat je doet in shiny. Hoe ze vangen alle Judiths? Wat ik dan een catch bonus heb? Oh, de catch bonus is natuurlijk weg omdat ik Chansey heb gevangen. Maar dan heb je als het goed is meer kans op shinies. We take the Helix Fossil, chat. Hey, nieuw, gaat met jou. Ik ben excited about Chansey. Ik heb een shiny journey in de Pokémon. Shut up, Kirsten. Shut the fuck up. Je hebt geen shiny in de Sinnekwil.
You shut the fuck up. Je mag niet praten. Ik vind het Shining Ultra Sun. What the fuck? Waarom? Hoe kom je eraan? Denk nu voor Judith Gunther. Go ahead. Dan een Shining Grimer. Wauw. Waarom doet hij dat? Stik in je huig ook gewoon. Ga weg. Stop right there. Hands out, that fossil belongs to us. How did you even get here ahead of us? You stand still. Where's Team Rocket? I'm Jesse. And I'm James. Meow, ogen dicht. And the two of us are going to take the fossil back. Hij heeft geen speciale. Jammer. Wel vast een speciale Team Rocket in kregen. That makes me sad. Dan heb ik hem sneller aan jou. Ja, ik ga hem ook niet farmen. Spuugel de streak, ja, echt hoor. Ekans. Oh, ze hebben ook een Pokémon. I love that. Koffing en Ekans. Allebei poison. Dus double kick heeft geen zin. Gewoon Thundershockey op Koffing. En Bulbasaur. Sleep powder. Op Ekans. Ik laat slapen. Serpent gameplay! Oh mijn god. Die was wel wat beter. Thank you, Thomas. Very cool. Ah, zijn ogen gaan ook dicht. Good. Ekans is fast asleep. Koffing gebruikt tackle. Op Pikachu. Wauw. Jouw stem van jou. Wauw. Damiaantje. Wauw. That's rude. Ik heb 7 shines en ik had 5. Goed. Laten we eventjes een Thundershock doen op Koffing. Dan is die dood. En laten we eventjes een Vine Whipje doen. Nee, weet je wat? Niet ziet. Krijg wat HP erbij. It's always good. Wat ik Shine Dude hebben, dan doe ik hem weg. Nee, je gaat hem ook vangen ook. Stinkt joh. Je gaat hem vangen ook. Serpent gameplay. Do you know Serpent gameplay? En Lex Werder ging ook haten op het Team Rocket als in Jesse and James erin zitten. Waarom? Dat is toch juist leuk? Oh, hij is trouwens weer wakker. Thank you for your HP. Thank you kindly, sir. Nou, 3 HP wakker. Of 4 zelfs. Let's finish this off. En dan ga jij eventjes voor een lekkere Vine Whip. En dan is hij denk ik bijna dood. Nou, door Lichit gaat hij wel dood. Oh, jemig. Ja, hij is dood. Boom. Patatje. Why you bullet? Hello everyone. I have an announcement to make. Stop bullying. Wil ik dat geven? Do it away. Oh, thank you. Very nice. Oh. What is it, Pikachu? Why do you look completely expect? Hier, kom hier. Muts. Nee, bekouwen? Ben je blij? Oké, top. Hij is mooi, ouwe. That's Link's real voice. Shut the fuck up. Stop bullying. Jongens! Charmander, where are you at? Where is the Charmander? Weet je wel leuk? Ja. Ik vind het wel best wel een leuk region. Vijf Pokéballs. Link wil Chansey achter je laten lopen. Is dat bijzonder? Waar zijn die twee guys die je die moves geven? Stond toch altijd daar?
zit er in Mew? What's inside there? Een raspberry. Heb je Mew overgemaakt? Kan niet. Je kan Mythical Pokémon niet overzetten. En dan krijg je deze Pokémon. Zat hij in. Lure. Ja, maar zijn hier geen Pokémon? Oh. Ze heeft geen zin om een lure aan te zetten. Zagenburg, Pichu. Shit. Oh, moet ik dat Pokémon zo teruglopen? Oh my god, what the hell? Hey Mankey. Wat? Ah! It run for me. Hallo, ben je nog steeds live? Ik ben er. Marit. Ik miste je. Waar was je nou de dag? Hey, Pokémon staat dit. Pokémon Go? Nee, heb ik nog niet gedaan. Minky. We got a Minky. Moet hij dan hieruit of zo? Alleen in het bos te gaan graaien is ook niet zo spectaculair of zo. Ik was op de hockey. Ja, maar jemig. Maar dat is van die grot. Hè? Oh, je kon in die grot doen. Maar ze Mew toe. Ze kunnen zo niet heen. Hoe kom je dan naar boven? Hè? Maar kan zo... Kan er niet meer terug. Nou, een stukje juich. Ik ga weer. Hey, doei Nino. Maar is het dan route 5? Of 4? Ah, ik denk dat naar route 5 te moeten voor. Charmander. Char! Oh! Nee, dat is Mew. Nee, dat is Mew die erbij staat. Wat is nou Mew? Ja, duh. Je moet het trainen, mooi. Jongens, we gooien er 500 euro in. Boom, in de fontein. €500 en dat wordt fijn gegooid. Nou, blij dat je blij bent. Maak me €500 lichter. Wat is nou Mew? Wat is nou? Wat is... Wat is die fontein? Wat is nou? Too interesting in the fountain. What is it now? Oh, looked like it was splashing some water. Miss look pleased. Beetje smoel houden over die stinkfontein. Gooi ik je daar, verdrink je daar in. Geef die 500 aan mij. €500 lichter. Neem een dikke dacht je aan. No. Never. Link, we want the mole. Well, I want you to kan je voor Mount... Ik weet dat je hem ervoor kan vangen. Maar daarna kun je hem ook als goeds vangen. Zeg iemand. Die ik op zee wil of zo maar. Trouwens. Nee. Kapje. Wie is de mol? I don't know. Goed. We hebben wat Juroots gevangen. Dan gaan we kijken wat we ons team willen. Oké. Okay. 68. Ook 68. Oké, okay, deze is level 10. Al zijn ze soms rood en zo. I guess I take this one. Um.
En to the party. Denk dan Jonko weg doen, want dan heb ik 2 gastpokémons, dat wil ik niet. Doei Jonko! Zeg dat je er was. Zo, gooi deze weg. Deze weg. Deze weg. Deze weg. Chance jou nog eventjes. Chance wel leuk. Doei. Rood is slecht, blauw is beter. Oh, oké. Okay. Negatief doet. Dat is quite fine. If you're in the road. Thank you, professor. Very cool. Ik wil gewoon... Oh, nee, ik kon niet vertellen. Gewoon kijken. Is hij het slechts dan? Is dat tekst het slechtst? Maar die is wel groen. Of groen. Rood. Ik denk dat jij het andersom zou, hè? Oh, bij hem niet. Of dat is bij iedereen wel. Nou, het zal wel. Het zal wel. Heb je nou een Pokémon al geheeld? Of heb je een Pokémon niet eens geheeld? Nou, gaan we nog een missie doen. Maar wat gebruikt Jonko nou tegen Misty? Ouwe, ik heb Pikachu en Bulbasaur. Gaat echt wel mee lukken hoor. Heb ik Jonko echt niet voor nodig. Pokémon jachtseizoen. Yes. Check app. Thomas, shut the fuck up. Je hebt ook een fable. Wauw. Wauw. Wat heb ik? Het is maar een fable. Show me a Pokémon of less... Hier. Stom dat je dat per se moet. Een fable is echt niet bijzonder, Thomas. Gaat hij dan uit het water springen? Wel geinig. En die andere kan je zeg maar ontwijken allebei. Dan gaan we ook gewoon bevechten. Ja, maar jezus, laat me even... Ik ben blij voor Thomas. Look at that bikini. It's yellow. Just like... Jezus, haar ogen. Ik ben een trainer. Ik ben blij voor haar. Wat? Stond bij Doug Dimmerson. What the fuck? Pikapopau? Hallo? What the hell happened? Dat is een ult. What the fuck? Ze vindt ik aan die dat. Dat is een Z-move. Ja, ik zal ineens ook moeten shaken. Wil je dat elke keer doen? Hoe vaak kan hij dat doen? Shelder! I love Shelder. He loves Shelder. Shelder is amazing. Hij doet niet nog een keer. Jammer. Moet je hem vaak aaien en zo? Ja, kan hij de tering krijgen. Stik maar eens aan, wel. Ik ga hem niet nog een keer aaien. Dat aai echt kut. Ik ben zo moe van. Harmkey level 12. Nice. Mew level 19. Nu is gewoon hetzelfde level als Pikachu. Of bedoel Pietje. Nou, en jij nog? Even gewanseld worden. Hoe lang ga je door? Ik ga zo even een missie eraf slaan.
Er zijn andere chat. Ik kijk heel veel naar de Twitch chat. Want Twitch chat is iets rustiger. Dan kan ik wel makkelijker mensen lezen. Vandaar. Seal, seal. 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 Hoe heb je Mew? Die vond ik en die heb ik even gevangen. Jezus, wat een sterke seal zeg. Kon hij nou eerder beginnen? Oh ja, kwadjet. Natuurlijk. Priority move. Stik erin. Donderbol heeft 2 keer die mooie Pokeball. Heb jij 2 van deze? Wat heb je daar nu aan? Is Don nu live? Even Don judgen. Game meneer. Dan gaan we naar Twitch gaan natuurlijk. Ik ga naar YouTube toe. Game meneer. Hallo? Dan gaan we naar Twitch gaan natuurlijk. Soon or now and... Goed, zijn we weer. Ja. Nu moet ik even alles goed voor elkaar zetten, zodat we er even normaal van kunnen genieten. Ik heb ondertussen een... Is dat begonnen? Wat is dit nou weer? Systeemupdate voorbereid. Fuck jou, Don. Je beantwoordt mijn vraag niet. Ik ben een kijker. Is een Onix wel cool? Heb er net één gevangen. Op hem te rijden is leuk. Dan ga je echt op z'n... als je mag achteraan loopt, ga je over hem rijden. Dat is wel leuk. Dat wil ik mee zeggen. Gaan we nou naar Don kijken? Reageer op Don. Hey Misty. Daar ben ik weer. Ik moet eventjes iets kwijt. Hey, you're a new face. What's your policy on Pokémon? What's your approach? My policy for battle is... an all-out offensive with water-type Pokémon. Misty, the world-famous beauty, is your host. My sweet Pokémon are ready. Are you ready? Shut the fuck up. Oh, dan kan je beeld. Sorry, chat. Sorry. Val mee. Rustig aan, chat. We got you. I got you. Je hebt niks gemist. Alleen de tekst. Ik heb het zelf voorgelezen voor jullie. Wow. I'm a professional streamer. They call me... Psyduck, by the way. Normaal is dat Star You en Star Me. Nee, dat is Psyduck. Just like in the anime. Ha! Paralyze. Wat een noob. Hij heeft geen prioritize move. Dus gaan we even tanden shocken. En als het wel heet. Paralyze. Fuck hem. Psyduck! We zijn zo leuk. Dankjewel, Marit. I like it that you enjoy it. Wat met Psyduck impressie goed, by the way. I'm trying to get it. Wel Star Me, though. Sla. Let's go. Had ik ze ook maar. Dan moet je even subben. En ze game het opstarten. Wauw, dit lang. Sleep powder. Swift priority move. Oh jemig, dat doet veel damage. En je avoid het... Slaap, Sarmie. Slaap. Ga slapen. Thank you, Kanye. Very cool. Don zijn profielfoto op zijn Switch is Luigi. Dat mag. Sarmie fell asleep. Oké. Okay. Dan we nu Leech ziet. Die langzaam dood gaat. He's still asleep. Yeah. Vraag een subje aan Sinterklaas. Een hele goeie. I'm getting my HP back, bleach. Hoe HP krijg ik? 7 HP. Not that bad. Goed. Fine whip. Shit out of him. He woke up. No! Sla! Hey, gelukkig doen we geen Nuzlocke challenge. That would have been very sad. That would have been very sad. Kijk of Coco het lukt. Kijk of Coco het lukt. Waarom heet Sla geen boerenkool? Omdat het Sla is.
We gaan mirror move. Wacht, dat is niet slim, wat hij doet. Ah, oh, bespreid heeft, dat kan het nog wel. Ik was even dan van dat hij water aan deed. Oh. I'm getting health back. Dus hij killt hem de volgende beurt nog niet. Yeah. Get seeded, kid. Ga nu voor een wind attack. Wat blijft er nou? Oeh. Dan water gun. Nog iets, ik weet niet wat stond. Dankjewel voor je HP. En dan doen we nu een quick attack. En dan hebben we hem. Een rijden op bonus is kunst, I know. Zijn we nog geen ons tegenkomen, jong genoeg. En boom. We didn't even need Pikachu. Sla en Coco to rescue. Ik ben verliefd op mijn Coco. Lekker gedaan, Coco. Jude, level 11. Oh, wow. You're too much. Back, Misty. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Alright. You can have the Cascade badge to show that you've beat me. Je hebt geen muts gedaan. Oké, je hebt misschien Psyduck doodgemaakt, maar dat was ook niet heel moeilijk. My custom badge make Pokemon up to level 30 from other players listen to you. And you can also have my favorite TM, Scald. Wat is dat? Scald is een Scald use a Pokemon that lives in the water. Oké. Okay. Pikachu, wat vind je ervan? Wat is jouw mening? Goeie mening. Pichu must be in a great mood. Time to give my five. Geef mij vijf. Hallo? Geef mij vijf. Geef vijf. Hallo? Geef mij vijf. Geef mij vijf. Geef mij vijf. Oké. Okay. Oh. Geef mij vijf. Kom. Oh. Geef mij vijf. Geef me 5. Ik wil het graag weggeven. Goed. Nou, wat hebben we al bereikt in ons Pokémon-avontuur? Wij hebben Brock verslagen. Wij hebben Misty verslagen. Wij hebben onze progressie gesaved. Wij hebben qua Pokémon in ons team momenteel een level 20 Pichu. We hebben een level 15 Sla. We hebben een level 19 Coco. Een level 12 Harmky. Level 19 Mew. En we hebben een Judo die we nog geen naam hebben gegeven. Wat is his name, chat? Wat is Judas' naam? Doen ze in de kamer met zijn Switch. Lekker. Hoe noemen we hem? Je hebt Mew? Ja. Ik vind hem een goeie, een Sudowoodo. Sudowoodo. Heb ik hem zo goed geschreven? In de ere van Sudowoodo. Top. Nou, dat zijn de Pokémon's. Ik ga eventjes mijn Pokémon en nog eventjes... lekker healen. Dan wil ik jullie even attenderen dat als je me kijkt op YouTube, dat je even op mijn kanaal gaat abonneren. Dan kan je morgen om 7 uur gewoon weer lekker een notificatie krijgen van wanneer ik weer live ben. Kijk je nu op Twitch en denk je van, hey, ik wil de volgende stream ook gewoon weer bij zijn. Wat die man doet met zweepjes, wil ik allemaal niet weten. Maar om 7 uur ben ik gewoon morgen gewoon weer live. En dan gaan we lekker verder van waar we gebleven zijn. En ja, en dan wil ik nu gewoon eventjes, gaan we even don raiden. Dan, dat betekent raid of zo. En dan moet je allemaal eventjes... de Jena spammen, ja? Of gewoon iets. Spam gewoon iets in zijn chat. Oké? Okay? Game meneer. Want ik heb streamen op zijn dag. Dat is een beetje zielig. Hoe reed je? Help. Oh, slash. Slash reed game
neer. Nou, die gaan we zo reden. Op dit kanaal kan je alleen chatten als je abonnee of volger bent. Ik denk even geluisterd als reet. Goed. Reten. Zullen we kijken naar de reden. Nou. Jongens, reet hem nu. Ik ga er vandoor. Oké? Okay? Gaan we lekker reden. Gaan we leuk doen bij Don. Bedankt voor het kijken naar de stream. Was hartstikke gezellig. Spam lekker Don nemen onder. En doe hem de groetjes voor mij. Later. Maha!